Goedemiddag en hartelijk welkom bij nummer 3 van deze vijfdelige collegereeks. Die gaat over brede welvaart. Dit is een initiatief van het programma Brede Welvaart, Studium Generale en de studievereniging Magister en Juribes. Vandaag gaat het over werken en ondernemen. We gaan luisteren naar twee sprekers. De eerste lezing gaat over ondernemerschap in een toekomstbestendige economie. En de tweede inleiding gaat over brede welvaart en de arbeidsmarkt. Beide thema's spreken mij heel erg aan. Ik ben zelf MKB-ondernemer in Brabant, werkgever van 60 collega's. We houden ons bezig met de beweegprogramma's in het onderwijs en in de kinderopvang en nog wat andere speciale doelgroepen. En brede welvaart, ik heb wensen, maar ik heb ook heel veel worstelingen met dat thema. En ik hoop eigenlijk vanmiddag wat antwoorden en wat ideeën te krijgen. Mijn naam is Jan Postumus en ik ga even kort de eerste twee inleiders aan u voorstellen. Eerst even nog over het programma. We hebben dus twee inleidende lezingen. Dan gaan we aan de slag met een panel. Panelleden, van harte welkom. Ik ga jullie straks even de mogelijkheid geven om jezelf voor te stellen. Daarna gaan we eventjes wat vragen stellen en is er ook de ruimte voor u om vragen te stellen aan de sprekers en aan de panelleden. Naar de sprekers. Als tweede spreker hebben we Ton Wildhagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt hier aan deze universiteit. En als eerste Otto Raspe, hoofd van Rabo Research rondom innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. En ook nog verbonden aan deze universiteit rondom het thema van brede welvaart en regionale economie. En ik wil Otto als eerste even uitnodigen om te starten. Hier niet te blijven staan. Nou ja, leuk om hier te zijn. Ik ben sinds een jaartje dus verbonden in deeltijd aan deze mooie universiteit. Maar 30 jaar geleden liep ik hier als student rond. En leuk net, Guido is hier ook. We basketbalden bij Pendragon en Guido was mijn coach. Dus als je straks nog tips hebt, dan dankjewel. Nee, dus het is heel gaaf om te zien dat je hier weer terug kan zijn. Waarbij je het gevoel krijgt van deze universiteit is eigenlijk nauwelijks veranderd. Hè. Er is nog heel veel hetzelfde. Terwijl je, als je goed kijkt, er natuurlijk allemaal nieuwe gebouwen staan en eigenlijk volgens mij de studentenaantallen keer 2 zijn gegaan. Dus het is ook wel weer heel bijzonder hier. Ik wil jullie meenemen in een verhaal over brede welvaart. Een beetje duiden ook wat is het. Hè, zoals je het kan meten, hoe je ernaar kan kijken. En ik wil eigenlijk toch wel een soort van mini-college houden. Een mini-college om te laten zien waarom we het over brede welvaart hebben. En je zou grofweg kunnen zeggen, als je vanuit een economische bril kijkt en je kijkt naar het concurrentievoordeel wat bedrijven normaal gesproken ontlenen ten opzichte van elkaar, dan had je tot de jaren 70 moest je eigenlijk heel goed zijn in het creëren van veel tegen weinig kosten. He, dus je moest schaalvoordelen. Als je dat heel goedkoop kon doen en je kon heel veel verkopen, ga lekker zitten, dan was je eigenlijk heel competitief. Vaak. Toen moest je van diezelfde productielijnen meerdere type producten kunnen laten lopen, want economies of scope werden onderscheidend. Hè. Dus je moest diversificeren, type producten maken. Toen kwam de kenniseconomie op, levenscycli van producten werden korter. Dus je kon alleen maar competitief zijn als je steeds kon vernieuwen. Innovatie was het onderscheidende criterium, dus die economies of expertise. In een hele globaliserende wereld, hè. Dus de wereld die in zijn economische termen, dat ging over alle landen, over alle werelddelen, kon je je producten verkopen. Dat was ook wel het moment, zeg maar, hè, die economies of expertise, dat ik hier ging studeren. Dat was 92. En toen lag op de leestafel hier op de gloednieuwe bibliotheek The Economist. En The Economist besprak een boek en die heette The Death of Distance van Francis Cairncross. En die werd besproken en er was een foto van een man met zijn laptop op de Himalaya, want met ICT kon je nou eenmaal overal werken en plek en plaats waren niet meer uit. The death of distance.
Dus dat dacht ik, hè, toen we begonnen met studeren, van ja, die afstand en die regio maken we niet uit. Terwijl je tegelijkertijd zag dat mensen en bedrijven heel erg bij elkaar gingen clusteren. He, dus sommige plekken in de wereld waren veel belangrijker dan andere. En bedrijven ontleenden juist concurrentievoordeel aan de nabijheid tot andere bedrijven, omdat ze in zo'n sterk cluster zaten, in die agglomeraties. Bij verdubbeling van de dichtheid werden bedrijven 5 tot 8% productiever steeds. He, dus van dorp naar dorpje, van stad naar agglomeratie. Omdat je kennis deelt, inputs deelt, een arbeidsmarkt hebt die uitwisselt. Dus die economies of agglomeration die kwamen toen op. En die combineren eigenlijk massa, diversiteit en kennis. Maar dan geografisch in een regionaal perspectief. Nou, dan waren we heel competitief. Heel veel regio's in Nederland. Maar dat deden we tegen hele hoge grondstof- en energieintensiteit. Dus je zag eigenlijk dat bedrijven zaten te zoeken naar businessmodellen die ze minder afhankelijk maakten van inputs van elders. Die schaars werden, heel duur werden. In een wereld waarin China bijvoorbeeld alle cruciale materialen in Afrika al aan het opkopen was. En dat overkwam ons een beetje, zeg maar. Hè? Maar je kon alleen maar concurrerend zijn als je je ook vanuit dat duurzaamheidsperspectief kon ontwikkelen. En dan zitten we nu eigenlijk in een fase die ik de nieuwe economie noem, waarin brede welvaart het begrip is. We zitten nu in een fase waarin we denken over verder denken dan de waarde die een bedrijf creëert als winst, maar in bredere waarden, in brede welvaart. Omdat dat soms verlangd wordt van de overheid. Die wil dat jij strikter omgaat met je milieubelasting. Maar ook omdat mensen heel graag willen werken bij een bedrijf wat meerdere waarden creëert. Omdat consumenten kiezen voor producten die niet tegen de laagste kosten en met kinderarbeid zijn gemaakt, bijvoorbeeld. Dus je hebt ook de plekken die heel goed op die brede welvaart inspelen, die zijn ook competitiever dan andere plekken. Nou, dan ga ik jullie meenemen in het begrip van die brede welvaart. Als eerste zie je natuurlijk wel heel nadrukkelijk dat bij die nieuwe economie hoort ook een nieuwe geografie van de economie. Dit plaatje liet ik nog even zien, omdat ik natuurlijk zeg van het gaat van scale naar scope naar expertise. Naar lekker na elkaar, loopt allemaal door elkaar heen. En je ziet artificial intelligence nu en digitalisering een hele nieuwe swing geven aan economies of expertise. Maar grofweg kan je dus zeggen dat regio, kennis en duurzaamheid vanuit het perspectief van brede welvaart nu de richting van onze economie aan het bepalen is. Nou, er hoort een nieuwe geografie bij. En rechts zien jullie een kaartje van Nederland met allemaal regio's. En elke regio heeft een aandeel in de economie. En de donkerblauwe die hebben aandeel gewonnen over 25 jaar. En de oranje regio's hebben aandeel verloren. Dus je ziet nadrukkelijk dat niet elke regio een winnaar is. Je ziet heel erg duidelijk de noordvleugel van de Randstad met Amsterdam en Utrecht als groeimetropolen in economische zin. Dit gaat over economische groei. En je ziet de Brainport Eindhoven donkerblauw opkleuren. Een regio die in 92, toen we hier begonnen met de studie, eigenlijk helemaal niet voorstond. De postbode bracht daar huis aan huis ontslagbrieven rond, omdat Philips bijna failliet was, DAF failliet was, het ecosysteem op zijn rug lag. Ze hebben hele slimme dingen daarna gedaan en zijn ze er gelukkig weer helemaal opgekomen. Maar die regio heeft zich wel in die 25 jaar echt als de groeipol van het zuiden ontwikkeld. Je ziet de zuidvleugel van de Randstad het slechte doen. Je ziet vooral de periferie van het land het slechte doen. Kortom, er hoort ook een nieuwe geografie bij van die economie. Nou, dan kan je twee dingen grofweg zeggen. Komt dat nou omdat die regio's die groeien, omdat die zoveel sectoren hebben die sowieso groeien? Als je veel ICT had aan het begin van die periode, dan groeide je vanzelf. Dat is eigenlijk het verhaal van Utrecht. Dus je kan je splitsen, is het nou die sectorcompositie of is het nou die regionale omstandigheden van zo'n ecosysteem wat een bedrijf in zo'n regio een voordeel geeft. En dat zie je hier links. En dan zijn de donkerblauwe balkjes zijn de regionale omstandigheden en de lichtblauwe zijn de sectoromstandigheden. Dan zie je sowieso dat die lichtblauwe balkjes kleiner zijn. De sectorcompositie maakt minder uit voor die groei dan die regio. En die regiocomponent die kan een grote plus hebben of eigenlijk een negatief iets hebben. En helemaal links zie je Amsterdam en Eindhoven ook staan. Dus de regionale omstandigheden voor bedrijven om heel goed te ontwikkelen, die zijn daar beter. En ik kom zo op welke dat zijn. Maar je ziet ook dat een aantal regio's het slechter doet. En Midden-Brabant licht ik steeds even in deze lezing uit. Omdat we hier toch met z'n allen in deze regio zitten. Dan groei je gemiddeld, precies op het gemiddelde. Of net iets boven het gemiddelde. En je ziet dat er het donkerblauwe balkje iets groter is. Dus hier hebben ondernemers toch best wel wat voordelen die ze net iets beter laten functioneren dan elders. Het is niet per se de sectorstructuur, maar het balkje is eigenlijk heel klein.
Hè? Je ziet een heel klein balkje. Het is niet zo slecht als in dat het negatief is, maar je haalt er nog niet zoveel uit als in Eindhoven bijvoorbeeld. Nou, wat zijn dan die factoren die die groeimotor van zo'n regio aanjagen? En ik ga echt brede welvaart ook nog uitleggen. Hè? Maar dit is de motor van economische groei met 8 raderen die motor in beweging brengen. En dat gaat over clusters van samenwerkende bedrijven, de dynamiek van ondernemerschap, hè, nieuwe bedrijven die in je economie komen. Het gaat over de kwaliteit van je arbeidsmarkt, je human capital, waar Ton straks uitgebreid over gaat praten. Het gaat ook over de kennisinfrastructuur, het hebben van onderwijs en kennisinstellingen. Of je goed bereikbaar bent, of je het goed kan financieren, of je het goed kan organiseren en of je in een attractief gebied bent met voorzieningen en schone lucht. Dus hier zie je al, grofweg, dat er 8 componenten zijn waarop je voor een belangrijk deel alle regio's in de wereld kan scoren op waarom denk je dat ze het zo goed doen en dan komt het door deze dingen. En je ziet dat er heel veel kruisverbanden zijn. Hè? Dus rondom clusters, rondom een kennisinfrastructuur ontstaan clusters en een bepaald human capital wil een bepaald leefklimaat met voorzieningen. Dus het versterkt elkaar nog eens. En sommige regio's die zo'n negatief blauw balkje hebben, die missen raderen. Of die hebben zand in de motor dat die niet lekker loopt. Rechts heb ik de 3, 4 Brabantse regio's uitgelicht. En Midden-Brabant is oranje. En die heb ik een score gegeven op basis van statistieken die ik had verzameld op die 8 raderen. Nou, zie je Midden-Brabant eigenlijk altijd precies op het nationale oranje vlakje liggen. He, dus daarom doen we het ook gemiddeld, omdat we nergens excelleren op de dingen die voor groei uitmaken. He, dat zie je duidelijk, behalve human capital is hier met de onderwijsinstellingen die we hier hebben wat beter. Maar we missen clusterkracht en we missen ondernemerschapsdynamiek, zou je kunnen zeggen. En het leefklimaat is niet per se beter dan gemiddeld en we organiseren het hier allemaal net niet beter dan gemiddeld. Nou, Eindhoven die schiet met clusters helemaal de bandbreedte uit bijna. Hè? Omdat daar een hele keten van samenwerkende bedrijven in dat innovatiesysteem zit, wat heel erg met elkaar innoveert. Dus je kan grofweg best wel zeggen, waarom gaat het goed? En als je economische groei belangrijk vindt, dan zou je aan deze knoppen kunnen draaien. Hè? Dan zou je kunnen zeggen, van hoe kunnen we de clusterkracht versterken? Hoe krijgen we meer dynamiek van ondernemers in deze regio? Daar kan je allemaal aan denken. Maar dit is economische groei. En economische groei is niet waarom jullie hier naartoe zijn gekomen. Want we zouden iets over brede welvaart gaan vertellen. In die transitiefases zag je dat we van 2010 tot nu eigenlijk in een shift zitten van dat bredere waarden belangrijk werden. En een van de belangrijkste papers die dat hebben losgemaakt is een paper wat deze 3 meneren hebben geschreven. Ik weet niet of jullie ze herkennen, maar het is Jozef Stieglitz, links, helemaal rechts Amartya Sen. En in het midden de directeur van de Centrale Bank van Frankrijk. En die zijn met z'n drieën gevraagd. De 2 links en rechts zijn Nobelprijswinnaars in de economie trouwens. Die zijn gevraagd eigenlijk van als we nou over welvaart nadenken. Wat moeten we dan eigenlijk gaan meten? En is dat bruto binnenlands product, die economische groei, is dat dan wel wat we als welvaart ervaren? Want dat doen we zo vaak. Hè? Dan zeggen we de economie groeit, dus we zijn welvarender geworden. Als het een hele koude winter is, we stoken heel veel gas op, gaat het bruto binnenlands product omhoog, GDP, en hebben we meer welvaart. Ik kan wel 10 van dat soort anekdotes verzinnen die eigenlijk zeggen van misschien is die economische groei met bruto binnenlands product een te smalle welvaartsmaat. Dus zij zeiden, the time is ripe for our measurement system to shift emphasis from measuring economic production to measuring people's well-being. Dus we moeten van economische productie naar wat mensen van waarde vinden als je het over welvaart hebt. En dat moeten we put in the context of sustainability. Dus duurzaamheid en moet daarbij horen. Met andere woorden, ik liet net zien waarom de economie verandert en dat economische groei ook geografische componenten heeft. Maar dat echt dus de smalle welvaart is. We moeten naar de brede welvaart toe. Naar de brede welvaart, als je vraagt aan mensen wat vind jij van waarde in je leven, kan je doen, dan geven ze heel vaak deze antwoorden. Natuurlijk willen ze materiële welvaart genereren. Ze willen banen en inkomen. Maar ze willen zich ook persoonlijk ontwikkelen. Gezond zijn. Een goede werk-privé-balans hebben. Sociale contacten zijn belangrijk voor welvaart. Maatschappelijk betrokken kunnen zijn. En ook subjectieve elementen als ben je gelukkig. Ben je tevreden met je leven. Dat is ook een welvaartsdimensie. Subjectief welzijn. Ben je blij met het huis waarin je woont. Is het er veilig en is het adem je daar ook schone lucht. Is het daar gezond. Grofweg, als je mensen vraagt, wat vind je belangrijk,
dan is dit wel wat ze als brede welvaart graag definiëren. Ik heb heel veel lezingen waarin mensen zeggen van ja, maar het gaat toch eigenlijk om inkomen? En dan zegt iemand anders, ja, maar als je niet gezond bent, ja, dan heb je niks aan je inkomen. Of als jij wel gezond bent, maar je woont in een heel vervelend huis, misschien is dat dan ook vervelend. Dus eigenlijk kan je niet zeggen, je moet er eentje kiezen. Voor iedereen zijn er misschien verschillende gewichten. Maar grofweg zijn dit 11 componenten die voor de brede welvaart in het hier en nu voor mensen heel belangrijk zijn. Die kan je meten. En dan is het blauwe lijntje is het, de smalle welvaart, het bruto binnenlands product per hoofd. En de oranje lijn is onze brede welvaartsindicator die destijds Rabo Research met de Universiteit Utrecht heeft ontwikkeld. Op die 11 componenten, daar zitten indicatoren achter, die kan je meten, die kan je tot één getal omrekenen om het te vergelijken met die blauwe lijn. En dan zie je bijvoorbeeld dat in 2008 de economische crisis, financiële economische crisis, te inhakte. Dat de brede welvaart dan gaat dalen. En daarom heb ik die stippenlijn getekend dat het ongeveer 10 jaar duurt voordat de brede welvaart weer op het niveau is van eerder. Dat is een hele andere dynamiek dan het bruto binnenlands product. Coronacrisis, hard naar beneden, maar ook hard weer omhoog het bruto binnenlands product. En onze brede welvaart staat grofweg 3 jaar stil. En het interessante van deze maat is dat natuurlijk dat je hem zo kan vergelijken. Maar je ziet rechts ook dat dat stilstaan niet betekent dat al die componenten allemaal niks hebben gedaan. Je ziet dat de afgelopen 3 jaar onze baanzekerheid en het inkomen en de persoonlijke ontwikkeling is gegroeid. Maar we zijn minder gezond, we zijn minder gelukkig en we zijn minder blij met het huis waarin we wonen. En dat is natuurlijk wel iets wat we in corona hebben ervaren. Gezondheid, uitgestelde zorg of directe gezondheidskwalen. We waren heel veel thuis, dus als je huis niet zo fijn was, dan was het wel heel confronterend voor heel veel mensen. Of als je wilde zoeken, was er niks te krijgen, want het was allemaal heel duur geworden. En we zijn dus met z'n allen ook niet zo heel erg blij geworden. Ze zijn minder blij. Dus je kan onder die motorkap kijken wat er aan brede welvaart is gebeurd. Ook die verschilt regionaal. Hè? Want we willen zo graag die geografie van die economie en die brede welvaart snappen. En dan zie je hier dat Midden-Brabant het heel gemiddeld is. In Rotterdam is het beroerder, in Delfzijl ook, in Zuid-Limburg ook. Over het algemeen hebben grote steden last om een hoog niveau van brede welvaart te halen, omdat het daar onveiliger is en de milieukwaliteit is slechter en de inkomensverdeling is schever, dus het inkomen is wat slechter. Maar hier is het heel gemiddeld. En rechts staat een plaatje van al diezelfde regio's in 2013 vergeleken met ongeveer nu. Met 2 assen van het gemiddelde en een stippenlijn van de nationale trend. Dus je wil rechts boven links van de stippenlijn zitten. En je ziet hier dat Midden-Brabant met de oranje pijl ook daar gewoon gemiddeld is. Hè? En ik denk dat we met elkaar het moeten gunnen dat we boven het gemiddelde komen. Als we hier over 3 jaar nog een keer meten en zeggen van, we hebben het goed gedaan. Er zijn ook een aantal regio's die al 10 jaar onderaan bungelen. Den Haag en Rotterdam. En gisteren was ik in Delft bij de raadscommissie. En daar mocht ik vertellen dat Delft al 3 jaar stilstaat. Die heeft zich gewoon helemaal niet ontwikkeld. Die zit precies nog op het niveau van daar. Hoe kan dat nou? Ja, ligt aan jullie, denk ik dan. Jullie zijn de bestuurders. Maar, dus je kan brede welvaart heel goed meten. Maar dat doe je dan met CBS-statistieken. En dat vind ik allemaal fantastisch. Daar kan je heel veel mee meten. Maar het is niet altijd helemaal up-to-date. Want ze doen een jaar of 2 over om een statistiek te produceren. Dus de miljoenennota van 2020 schreef, het gaat goed met de brede welvaart in het land. Terwijl we midden in een coronacrisis zaten. Er allemaal mensen helemaal niet wisten wat er gebeurde. En dat komt omdat het eigenlijk 2018 was wat ze in de statistieken haalden. Dus wij zijn ook een enquête gaan houden. Een hele grote enquête. 10.000 Nederlanders en dan vragen we op diezelfde 11 componenten. Hoe gaat het met je leven? Met je inkomen, met je huis, met je sociale contacten? En dan kan je eigenlijk heel veel interessante dingen doen. Dan meet je dus de ervaren brede welvaart, omdat mensen het zelf rapporteren. Dat is iets anders, maar je kan er eigenlijk heel veel mee doen. En dan zie je bijvoorbeeld al dat in de verdeling van welvaart er ook grote verschillen zijn. Dat kon ik net niet laten zien hè, met die statistiek van het CBS. Maar hier kan ik laten zien dat een laag inkomen en werkeloos zijn, dat je 20% punt lagere brede welvaart hebt dan het gemiddelde. En dat je, als je hoog opgeleid of hoogverdienend bent, dat je daar nog eens bijna 10% boven zit. Dus er zitten enorme verschillen in het niveau van brede welvaart, wat mensen ervaren op die 11 componenten weer. He, niet alleen op inkomen, maar op alles. En dan zie je ook dat brede welvaart zowel positief als negatief stapelt. Als je werkeloos bent, heb je niet alleen geen baan, heb je slechte inkomen, maar doe je ook niet aan persoonlijke ontwikkeling.
woon je in een huis wat niet zo fijn is, is het er ook nog eens niet zo veilig en adem je ook niet zoveel schone lucht in. Dus je bent eigenlijk op alle aspecten ben je slechter af. Terwijl iemand die hoog opgeleid is of een hoog inkomen heeft, staat hier, die plust op alle dimensies van brede welvaart. En we zitten heel vaak in discussies in onze eigen bubbel. En gaat het goed met Nederland? Ja, met mij gaat het ook goed en met wie ik spreek ook, want we hebben al die dingen hebben we prima op orde. Maar als je hier zit, of als je laagverdienend bent, dan heb je eigenlijk heel veel achterstanden wat stapelt. Nou, dat is het mooie van zo'n statistiek om het te meten, dat je dat inzichtelijk kan maken, dat die verdeling van welvaart over groepen relevant is. Nou, dan zie je hier de ervaren brede welvaart van Midden-Brabant. En dan zie je dat het eigenlijk best wel aardig is. Hè? De ervaren brede welvaart is net iets boven het gemiddelde ten opzichte van Nederland. Niet heel veel, dus dat lijkt heel erg op die brede welvaartsindicator. Maar je ziet hier wel dat baanzekerheid, de grijze is negatief en de persoonlijke ontwikkeling is negatief. Dus mensen zijn wat minder in zichzelf aan het investeren in hun vaardigheden. En zijn ook niet zo zeker van hun baan. Dus het is toch wel economisch in Midden-Brabant wel een issue. Dan kan je ook nog naar de verdeling zelf kijken. En dan zijn de oranje balkjes Nederland en Midden-Brabant is paars. En dan kan je ook zien dat de verdeling hier wat schever is. Dat er best wel veel mensen zijn die een 5 of lager scoren als rapportcijfer op hun 11 dimensies van brede welvaart. En in Midden-Brabant zijn dat 55.000 mensen ongeveer die een onvoldoende scoren op hun leven, eigenlijk op hun brede welvaart. En als onderzoeker duid ik gewoon het cijfer, maar als ik beleidsmaker zou zijn, dan zou ik zeggen, dat vind ik best veel. 55.000 mensen die in dit gebiedje hier eigenlijk op heel veel achterstanden staan. Dus met deze cijfers krijg je een inzicht in hoe het met het leven van mensen gaat en hoe die brede welvaart loopt. Dan zag je ook de verandering in brede welvaart. En dan zie je dat in Brabant, heb ik even Brabant allemaal bij elkaar gedaan, dat je in 2022 ook zag dat op 10 van de 11 dimensies de brede welvaart daadwerkelijk achteruit gaat. Zag je nog niet in dat stippenlijntje of dat horizontale lijntje eerder. Maar je ziet wel degelijk dat het slechter gaat in het land. En de blauwe bolletjes zijn Nederland en de balkjes zijn Brabant. En dan zie je dat op milieukwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid, inkomen en veiligheid is Brabant eigenlijk nog slechter af dan gemiddeld in Nederland. Dus er zijn best wel wat alarmbellen die zeggen van, hey, kijk nou eens hoe het met de brede welvaart gaat van de Brabanters. Er zijn er sowieso veel die een onvoldoende scoren, 55.000. En die zijn er de afgelopen 2 jaar eigenlijk best wel op achteruit gegaan. Hè, er is wel wat aan de hand in het land. Dan gaan we naar ondernemers toe. En daar heb ik nog 5 minuten voor, denk ik. Hè. Want uiteindelijk in die transities liet ik zien, hè, die economie die verandert, die fundamenten zijn veranderd. Brede welvaart is eigenlijk wel echt wel belangrijk. We moeten beyond GDP, voorbij het bruto binnenlands product en winst, alleen maar kijken naar bredere waarden. En wat zouden ondernemers dan kunnen bijdragen aan die brede welvaart? Dat is het laatste blokje. Dus net even weer een andere kwinkslag, maar het is toch een soort mini-college, dus jullie krijgen gewoon allemaal concepten voor je kiezen. Dus nog een concept is de Next-indicator van ons. De Next-indicator die meet de brede welvaart van bedrijven. En wat doen bedrijven dan om brede welvaart te genereren? Eigenlijk 7 dimensies. Heel veel gaat over het circulair maken van hun productieprocessen. Het gaat over de verhouding die ze hebben met de milieu en kwaliteit en biodiversiteit. Het gaat over het gebruik van niet-fossiele energie, dus groene energie. Het gaat ook over je zicht dat je hebt in de keten. Waar koop je van in? Is dat kinderarbeid of niet? Of waar komt het vandaan en aan wie verkoop je het? Ben je divers en inclusief aan het ondernemen? Of kies je alleen maar voor de meerderheidskandidaat elke keer weer? Hanteer je echte prijzen of wentel je je businessmodel een beetje over de samenleving? En stuur je bij nieuwe rijkdom alleen op financiële waarde of ook op maatschappelijke en ecologische waarde? He, dus grofweg kan je zeggen, dit is maatschappelijk verantwoord ondernemen of toekomstbestendig ondernemen of ondernemen voor brede welvaart. Gaan we die meten over een aantal jaren? Dan krijgt, dit jaar hebben we hem in januari gelanceerd, krijgt het gemiddelde bedrijf in Nederland een 5,5. En een 5,5 is net voldoende. En mijn zoontje is inmiddels 16, die zit in de 4e. En die is altijd helemaal blij met een 5,5. Dat hebben we goed gedaan, hè, pap. Maar als je ziet dat dit heel erg belangrijk is voor bedrijven en hun toekomstbestendigheid, is een 5,5 eigenlijk heel mager. Helemaal als je weet dat de helft van alle bedrijven een 5,5 of lager scoort in dat gemiddelde. Want er is ook weer een verdeling. 10% heeft een 8 of hoger. De helft van de bedrijven, ga je een gemiddeld bedrijf binnen, zeg je hallo, hoe staat het met die 7 dimensies van jou? Dan krijg je een onvoldoende. Dus er is echt wel werk aan de winkel. Willen we onze economie
laten werken voor brede welvaart. Nou, zijn niet al die dimensies verslechterd de afgelopen 3 jaar. Je ziet dat inclusief ondernemer een stukje beter is geworden. En de groene energie is beter geworden. Maar als je als bedrijf nu nog niet op een energietransitie en op hoge energiekosten hebt geanticipeerd en gehandeld, dan is het natuurlijk wel heel suf geweest. Maar al die andere dimensies zijn slechter geworden. Transparantie van de ketens gaat heel hard achteruit. En daar moeten straks bedrijven op rapporteren. Hè? Waar haal je je producten vandaan en aan wie verkoop je ze? Dat is die CSRD-maatregelen die uit Europa komen. Of ESG noemen ze dat ook wel eens. Er wordt een verplichting straks, ook voor de gemiddelde MKB'er in Nederland. En het is ontzettend lastig voor bedrijven om aan te geven hoe ze dat moeten doen. Dan zie je wel dat daar eigenlijk een soort tweedeling is ontstaan. Dus de kleinere MKB'er tot 50 werkzame personen zijn de onderste blauwe lijnen. Die zijn verslechterd. En de grotere bedrijven boven de 50 die zijn wel verbeterd. Dus die grotere bedrijven die scoren ook helemaal geen 5,5, maar een 6,3 en dan nu een 6,5. En die kleine zakken door het ijs. En dat zakken ze door het ijs op al die losse dimensies, zeg maar, grofweg genomen. Dus hier laat je al zien, de helft van de bedrijven moet nog in beweging komen. Er is maar een klein kopgroepje. En het zijn vooral de kleinere bedrijven die niet meekomen in deze transitie. Die hebben er heel veel moeite mee. De groep is veel te groot om te zeggen, laat de markt dat maar uitselecteren. Ik denk dat we daar met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben om onze economie toekomstbestendig te maken. Dat kan. Het gaat soms over managementcapaciteiten. Dus reken je het management daadwerkelijk af op die bredere waarden. Dan hebben ze ineens hogere scores. Het is inspirerend leiderschap wat het verschil kan maken. Dus een duidelijke correlatie tussen leiderschap op het niveau van het bedrijf en het hogere score op die next. Je ziet dat verandervermogen uitmaakt. Dat is allemaal binnen de muren van het bedrijf. Dan zie je dat er een positief verband is tussen of jij goed in staat bent je bedrijf te managen en het verandervermogen. Maar dat er eigenlijk een knikje zit. Vanaf een bepaald niveau gaat het goed en daaronder gaat het eigenlijk slechter. Ik ga even snel, want ik zie dat we bijna uit de tijd lopen. Je ziet dat 40% van de bedrijven ongeveer kwetsbaar, dat ongeveer 40% kwetsbaar is om die verandering te maken. Om van een lagere score dan een 5,5 tot een 6 te komen. Omdat ze te weinig verandervermogen hebben om dat te doen. Met andere woorden, die opgave is enorm. Inclusiviteit blijkt te lonen. Ik laat een paar de dingen zien die we in de statistieken kunnen vinden. Bedrijven die niet op meerderheidskandidaten sturen. De meeste bedrijven die doen dat nog wel, of veel bedrijven doen dat nog wel. Die hebben, als je dat niet doet en dus diverser en inclusiever opereert, dan heb je minder arbeidsmarktkrapte en hogere omzetcijfers. Dus je ziet ook wel daadwerkelijk dat loont. Tot slot hebben we gevraagd aan 80 ondernemers, wat heeft jou nou doen wel dan versnellen en wat doet jou achterblijven? Heel nadrukkelijk, de overheid is mij te onduidelijk. Ik kan niet investeren op de lange termijn als ik niet weet wat de overheid gaat doen. Er is heel veel oneerlijke concurrentie op deze markt, want er komen allemaal producten hier die niet aan die mooie 7 duurzame doelstellingen moeten voldoen. In de keten wil ik best wat meer doen, maar ik word altijd afgerekend op de laagste prijs, dus ik ben buitenspel als ik het doe. Leiderschap, goede bedrijfsvoering en aandacht voor medewerkers, die zijn de juiste versnellers. Dus met andere woorden, heel veel binnen en buiten de muren van het bedrijf, waar we eigenlijk met z'n allen heel veel aan kunnen doen. Een duidelijkere overheid, bedrijven van elkaar kunnen laten leren, in die keten. Hier is het meest positieve verhaal van het Midden-Brabant gedeelte, is als je dan meet hoe die regio's er op die next voor staan, dan is Midden-Brabant de regio die het hoogste scoort. Dus dat is een mooi compliment wat Mark Meeuwers meteen zei, van daar moeten we iets in het AD over schrijven. Nou, dat is gelukt. Heel veel koplopers vooral. Dus gemiddeld genomen is het bedrijfsleven hier heel maatschappelijk bewogen en goed scorend. Die sta ik over. Dit zijn mijn conclusies. De wereld globaliseert. We hebben impact vanuit alles wat er geopolitiek gebeurt en in internationale handel. Maar die regionale omstandigheden zijn cruciaal voor zowel de economie als voor brede welvaart als voor duurzaam ondernemerschap. We zijn hier eigenlijk een groeiregio, maar met een onderbenut potentieel. Die 8 raderen waren niet helemaal op orde. Die kunnen veel sterker. We hebben een aantal opgaven rond brede welvaart. 55.000 mensen meekrijgen en op een aantal aspecten. En we kunnen veel meer de kracht van het bedrijfsleven gebruiken. En de vraag hier, ik dacht misschien kunnen we die bespreken. Wat moeten we dan voor inzichten nog leveren vanuit de universiteit? En wat kunnen we daar aan doen? Dankjewel.
Na beide sprekers is er ruimte om even in gesprek te gaan. Ook nog vragen vanuit de zaal. Dan wil ik graag Ton Wildhagen uitnodigen. Als jij de microfoon en pointer even overneemt van Otto. Oh, je hebt een eigen microfoon. Prima. Ja, ik denk dat deze werkt. Hè? Ik kijk even naar het publiek. Ben ik verstaanbaar? Ja. Dankjewel. Fijn om het stokje van Otto over te nemen. Wij werken ook samen, maar dit zijn ook twee onderwerpen die heel dicht bij elkaar zitten. En dat is fijn. Een aantal dingen hoef ik al bijna niet te vertellen, want die heb jij ook al verteld. Dus dat is mooi. Bij mij gaat het inderdaad over de relatie tussen brede welvaart en de arbeidsmarkt. Of werk, zou je ook kunnen zeggen. En dat is ook makkelijk uit te leggen, want we hebben ook een brede welvaart overzicht wat internationaal natuurlijk is afgesproken. Dat zijn de Sustainable Development Goals, Millennium Doelen heten ze ook wel. En die moeten bereikt worden in 2030. En dat zijn 17 doelen. En je ziet dat ik er eentje stiekem heb ingekleurd, omdat ik eigenlijk vind dat er eentje te weinig is. En dat is, mag je natuurlijk zomaar niet doen, want dan moet de assemblee in New York moet dat natuurlijk dan goed vinden. Maar ik vind het wel missen dat we niet ook hebben gezegd, onze brede welvaart in de toekomst hangt ook af van Responsible AI. En ik denk dat dat nog, dat vakje is toch gewoon open, omdat het 17 zijn. Dus dat is mijn idee om dit nog een keer in New York te vertellen dat dat goed zou zijn. Overigens, we zitten niet goed op koers met het bereiken van deze doelen. Dus alleen maar 15% van de doelen hebben we halverwege hebben we bereikt. Maar dat maakt de relatie heel duidelijk tussen brede welvaart en werk. We hebben het doel 8. En dat zegt eigenlijk, we hebben behoefte aan economische groei. Daar hebben we het net over gehad. Dus dat blijft ook in brede welvaart. Er zijn mensen die zeggen, nee, we moeten degrowth doen. We moeten stoppen met groeien. Maar verantwoorde groei, noem het maar zo. En eerlijk werk. In het Engels, decent work. Vakbonden noemen het fatsoenlijk werk. Dus dat is ook een doel. Dus dat zit gewoon in dit schema van brede welvaart. Wereldwijd schema. En dat geldt ook voor talentontwikkeling, want dat heeft natuurlijk alles met werk te maken. Dat zit in 4, zou je kunnen zeggen. Hè? De onderwijsontwikkeling van vaardigheden voor iedereen in elke levensfase. En in 3, en dat heeft Otto net ook heel duidelijk gemaakt, hè? Dat zou je ook kunnen kijken, daar zit goede gezondheid en welzijn. En dat heeft ook sterk een verband met werk. Hè? Want we weten inderdaad dat mensen die werken zijn naar verhouding gelukkiger en gezonder en hebben inderdaad ook betere omstandigheden dan mensen die niet werken. Dus dat is de relatie, hè? Dus een heel direct verband daartussen. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat zelfs vanuit brede welvaart bezien, dat de arbeidsmarkt de Achilleshiel is van brede welvaart. En waarom is dat zo? Omdat we een heleboel opgaven te doen hebben. We moeten die 17, wat mij betreft 18 doelen zien te bereiken. En daar zijn nog steeds, ondanks alle AI en robots, mensen voor nodig. En die mensen zijn er, in ieder geval in dit deel van de wereld, veel te weinig. Dus bereiken van die doelen, als het gaat over energie of over gezondheidszorg of woningen, dat hangt letterlijk en figuurlijk nu, op dit moment, heel sterk af. En in Nederland meer dan elders, van het hebben van voldoende mensen met de juiste skills. Nou, en daar gaat het mis. En dat betekent eigenlijk dat we daar last van hebben. Dat hindert het bereiken van brede welvaart. Dus brede welvaart en werk is een doel op zich, waardevol werk en talentontwikkeling. En tegelijkertijd is het heel functioneel voor het bereiken van al die andere doelen. Nou, je ziet dat ook. Hè? Dit zijn dingen die je gewoon dagelijks in de krant kan zien. Hè? Nederland loopt vast, er is een ontwrichting. Tekort aan vakmensen, want die moeten die energietransitie maken. Die moeten bij jullie thuis de warmtepompen en de zonnepanelen aanleggen. Die zijn nodig voor de zorg. Daar loopt het vast. Zeker ook in de publieke sectoren. Daar zie je eigenlijk nog de allergrootste krapte en de grootste effecten. Ook in het bedrijfsleven, maar zeker in de publieke sectoren. Dus dat is een situatie die dus slecht is voor de brede welvaart. Die tekorten zijn structureel. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Dus die waaien ook niet zomaar over. Dat is het grote probleem.
En je ziet het eigenlijk ook in al die vacaturecijfers, als je kijkt naar het aantal mensen dat we hebben dat werk zoekt en de vacatures, dan zie je dat er veel meer vacatures zijn dan mensen die werk zoeken. Dus dat is al een tijdje. Soms dalen die cijfers lichtjes. We hadden een beetje een mini-recessie de afgelopen tijd, ook in Nederland. Maar structureel is dit al langere tijd de ontwikkeling. Corona strooide even wat zand in de ogen, omdat toen in het tweede kwartaal 2020, toen zakte het aantal vacatures drastisch. En toen dacht iedereen, valt wel mee, zal wel loslopen, maar het loopt niet los. Je kan van alles doen. Je kan, wij schrijven erover en ik doe er heel veel in media en opinies. Stukken en zo. Maar ik dacht ook, misschien moeten we er ook gewoon een liedje van maken. Een filmpje, een video. En dat is het stukje wat ik even laat zien. Maar daar komen eigenlijk de issues, die komen daar in woord en muziek even aan de orde. Zitten wat mensen in die jullie zouden kunnen kennen. Het is opgenomen met Tilburgse muzikanten, onder andere bassist van Kresip. Zo doen we dat in Tilburg. We kennen mensen en die zeiden, laten we op maandagochtend gewoon een lied maken. En het heet Krapte, Snapte. Even een stukje. Arbeidsmarkt is hier een drama, een crisis, zo je wilt. Of hoe het ook mag heten, we lossen het op, breken de keten. Mensen zijn niet te vinden voor de zorg of IT, of voor de kinderopvang, maar de kinderen doen toch ook mee. Waar is de tijd gebleven? Er was geen werk voor iedereen. Nu barst het uit zijn voegen, al die lege plekken om ons heen. Er is krapte, snapte, krapte. Er is krapte, snapte, krapte. Ze zijn Oké. Nou, dus dat was het om de boodschap die toch in Nederland heel moeilijk is geland. Ook afgelopen jaren gesproken met ministeries. Ze zeiden, de markt die komt wel tot een nieuw evenwicht. Ja, tot een heel laag overwicht, evenwicht aan voorzieningen, wat ons in dit welvarende land niet bevalt. Nou, dan zitten we even met het punt. Hoe komen we nu aan die krapte? Zometeen, hoe komen we er vanaf? Niet, dat is even de boodschap straks. Dat heeft te maken zeker met de ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking en die piekt pas in 2050 en dan neemt die langzaam af. Dus zo lang zal de beroepsbevolking, die zal naar verhouding kleiner worden ten aanzien van de mensen die niet meer werken met pensioen zijn. Dat is een enorme ontwikkeling. Hadden we dat niet geweten? Jazeker. Want dit is eigenlijk een van de weinige dingen die vast ligt en die je eigenlijk ook niet kan veranderen. Je kan zeggen, dan moeten er meer kinderen komen, laten we de pastoor nog een keer langsturen. Als dat nog zou lukken, dan zijn die kinderen pas over 20 jaar op de arbeidsmarkt. Dus dit is een gegeven, om het zo maar te zeggen. Nou, in Nederland werken wel heel veel mensen. Daar staan we echt in de top 3. Maar als je kijkt naar het aantal uren dat de mensen in Nederland werken en je reekt het om naar FTE's, dan staan we in de onderste top 3. En dat heeft alles te maken dat wij in Nederland heel veel waarde hechten aan activiteiten buiten werk. Meer dan enig land in de wereld. Anders gezegd, en dat vindt men niet leuk als ik dat zo noem, wij hebben het laagste arbeidsethos ter wereld. Wij willen heel graag zelf kinderen opvoeden, hobby's, we doen mantelzorg, willen reizen, willen sporten, we willen al dat soort dingen doen. We hebben een enorme voorkeur. Dus dat drukt natuurlijk ook op die krapte. Dan is er nog het punt dat we, en daar zijn we begonnen pas geleden op de universiteit met een groot programma. Er zijn aanwijzingen dat de jongste generatie, nog meer dan hun deeltijdouders, dat hele week werken, betaald werk, de hele tijd, van maandag tot met vrijdag, eigenlijk niet meer zo boeiend vindt.
We weten dat niet. Hè? En we weten dat het, natuurlijk, je moet nooit denken dat de jonge generatie is, hè, die komt van Mars, die zijn totaal anders. Want als ze ouder zijn, dan, hè, dan kan het een leeftijdseffect blijven. Dan gaan mensen van discotheek naar hypotheek, maar de discotheek bestaat ook al niet meer. Maar dat zijn we al aan het onderzoeken. Want als de jongste generatie denkt, wij gaan liever wat anders doen en doen een beetje crypto geld, een beetje YouTube dingetjes en zo, dan hebben we straks nog een groter probleem. Of we dat kunnen oplossen is ook de vraag. Verder hebben we ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is hoog relatief. In Nederland komt ook, laat ik zo zien, door de werkdruk en de personeelstekorten. Arbeidsproductiviteit die daalt, dat is ook slecht nieuws. Want als we minder mensen zouden hebben, we zijn heel productief, hè, dan kunnen we dat weer goed maken. Aantal faillissementen was de afgelopen tijd heel laag. Kwamen weinig mensen vrij uit bedrijven. Is ietsjes aan het stijgen. En dat is ook het grote punt. We includeren dus te weinig mensen in de arbeidsmarkt. Dus we hebben heel veel inclusie nodig. Mensen die werken aan de juiste dingen. Maar er is ook nog steeds een groep van meer dan 1 miljoen mensen die ook zouden kunnen willen werken, maar niet in de gelegenheid komen. Dat is ook een inclusietekort. Wat we tegelijkertijd hebben met de personeelstekorten. Dat bestaat dus samen. Dan is er de kant van de vraag. Dus we hebben het aanbod, dat hebben we net besproken. Dat zijn de mensen die werken of zouden kunnen werken. En dan hebben we de vraagkant, wat werkgevers vragen, wat ze nodig hebben. Dus, want dat creëert die vraag naar werk. Nou, we hebben heel veel vraag naar mensen, record aantal vacatures. Dat komt ook omdat we het relatief goed doen. Economisch. Dus als we in het slop zouden zitten, dan hebben we natuurlijk niet zoveel vraag. Dus dat is ook een belangrijk punt. Ondanks ook corona. Na corona kregen we een enorm boost. Er moesten allerlei inhaalslagen worden gemaakt. Trouwfeesten, verbouwingen en dat soort zaken. Dat effect werkt nog steeds een beetje door. En we hebben sterke publieke sectoren die ook heel veel werk te doen hebben. Zorg, onderwijs, dat soort sectoren. En bovendien, daar sprak Otto ook al over, we hebben een heleboel maatschappelijke opgaven te doen. Die hebben we ons vroeger niet zo gerealiseerd, maar we moeten transities maken. We moeten energietransitie, we moeten de komende 10 jaar 900.000 woningen bouwen. We moeten zorgen dat in het kader van die vergrijzing ook de zorg op peil blijft. We moeten defensie, we moeten waakzaam zijn, we moeten weer nieuwe mensen komen. Dus dat creëert enorm veel vraag. En we willen ook niet afhankelijk zijn van het buitenland. Dus dat zie je de situatie nu. Ik was laatst bij Kraken in de talkshow van Omroep Brabant. Was een mevrouw die ging over 80 apotheken. En dat nieuws is natuurlijk verder verspreid. Antibiotica is er niet voldoende. En zeker niet voor kinderen en astmamedicijnen. Dus eigenlijk zeggen we moeten een aantal dingen gewoon zelf weer oppakken. Om niet zo afhankelijk te zijn in een wereld die sterk aan het veranderen is. Nou, dat is even een staatje van die arbeidsproductiviteit. Waarom die daalt is eigenlijk een beetje nog een puzzel. Het Centraal Planbureau noemt het een multifactorprobleem. Dat betekent eigenlijk dat we het niet precies weten. Otto zei er ook al iets over. Heeft ook te maken met dat we heel veel zakelijke dienstverlening hebben. En dat je ook in de zorg niet makkelijk ook productiviteit kunt verhogen. Maar het is een verschijnsel wat je in meer landen ziet wat die hoog zaten. Eerst zwakte de groei af en nu zie je dat er ook een daling ontstaat. Dat is niet goed nieuws. Dit is dat inclusietekort. Die meer dan 1 miljoen mensen die ook talent hebben, ook iets zouden willen en kunnen op hun manier, maar die niet aan het werk komen. Dan hebben we nog een inclusieprobleem. Dat er mensen zijn die wel werken, maar eigenlijk niet op een waardevolle, decente manier. Denk aan de arbeidsmigranten die we in deze regio ook een heleboel hebben. Of mensen die wel werken, maar er eigenlijk niet van rond kunnen komen. Dus werk loont ook niet altijd. Hè? En dat is ook niet inclusief. Als je wel werkt, maar je kan nog steeds niet je kosten van levensonderhoud betalen. Of je zit in een uitkering, je wilt een stap maken en dan blijkt dat je toeslagen verliest en allerlei andere zaken, dat je erop achteruit gaat. En dan denken mensen thuis, ja, dat ga ik ook niet doen. Plus, werk is ook niet altijd gezond en daardoor ook niet inclusief. Dit is bijvoorbeeld over een aantal feiten over dat inclusietekort. Nou, wij scoren slecht op inclusie van mensen die buiten de arbeidsmarkt staan en die een beetje anders zijn. Dat is ook, vind ik, voor Nederland toch wel een belangrijke constatering. Er is een belangrijk verdrag van de Verenigde Naties. Dat heet het verdrag handicap, kort gezegd. Dat hebben wij ongeveer 10 jaar later pas geratificeerd. Dus dat geldt nou ook in Nederland. Maar wij voldoen daar niet aan. Als je dus kijkt, bijvoorbeeld mensen met een aantal, nou, dat het belangrijkste punt is, we hebben een hoger gemiddelde arbeidsparticipatie, maar het verschil met de arbeidsparticipatie van de groep mensen waar ik over heb,
Dat verschil is eigenlijk nergens zo groot in Europa als in Nederland. Dat heeft ook te maken dat we hoog zitten met de gemiddelde, maar er zit een heel grote kloof met de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En je ziet het ook in de cijfers, hè? Dus mensen met een bepaalde lichte intellectuele beperking, 13% heeft betaald werk, met mensen met fysieke beperking, 43%. Terwijl de algemene beroepsbevolking, daar werkt 86% van de mensen. En die kloof is eigenlijk ook groter geworden sinds 2000. En als je naar bedrijven kijkt, Otto zei het, met de inclusie gaat het nog wel goed, zeg maar, bij bedrijven. Maar dit zijn toch niet echt mooie cijfers, dat als je naar werkgevers kijkt, dat bijna 50% heeft één werknemer met een arbeidsbeperking in dienst. En daar zit ook ontzettend weinig beweging in. Dus dat zijn inclusieproblemen. Dit is even de visieuze cirkel die je ziet met de krapte. Krapte leidt tot meer werkdruk, dat zie je in de zorg, in het onderwijs. Werkdruk leidt tot uitval. Minder collega's op de werkvloer leidt tot meer werkdruk. Ontmoediging van studiekiezers die denken, werk in de zorg, ik zie alleen maar mensen met rode koppen op tv, doe ik niet. Personeelskrapte. En in deze visieuze cirkel zitten heel veel publieke organisaties, zeker in de zorg en in het onderwijs. De gezondheid, zei ik net, is ook een inclusieaspect. En daar zie je ook duidelijke problemen die we ook inclusieproblemen kunnen noemen. Of die allemaal door het werk komen, dat is niet mijn stelling. Maar onze werkende bevolking is ook niet fit. En zeker niet mentaal fit. 17% van de mensen ervaren burn-out klachten. Dat zijn 1,3 miljoen mensen. Er is veel verzuim door werkstress. Dat leidt tot verzuimdagen. Hele belangrijke grond voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die toegekend worden. En werkgevers die zitten met 3,1 miljard kosten aan verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dus ook hier is qua inclusie, als je het breed trekt, nog veel te verbeteren. Dan is mijn stelling, we zijn eigenlijk vergeten om te zeggen, naast al die transities ook te onderkennen dat wij een arbeidsmarkttransitie moeten maken. Die is eigenlijk een voorwaarde voor al die andere transities. Dus wat zouden we nou kunnen doen? Dit zei ik net al. Het slechte nieuws is, de arbeidsmarktkrapte is structureel en gaat niet opgelost worden de komende 30 jaar. Dus we blijven met die krapte zitten. Die zal af en toe dalen, dat we denken, het gaat alweer beter. En dan gaat die weer oplaaien. Maar dat heeft alles te maken met die veranderende demografie. Dan is natuurlijk de vraag wat we dan wel zouden kunnen doen. Want mijn stelling is niet, dan moet je niks doen. Je ziet, Centraal Planbureau is een beetje nu van de lijn van, weten we niet meer. Dus je ziet nu ook de SER, daar kom ik zo nog even op terug. Mijn punt is niet zozeer dat je nu moet zeggen, dan kunnen we niks aan doen. Je kan wel het effect verminderen. En dit is een schuifjesmodel, we zaten tenslotte net in de studio. Dit zijn eigenlijk 10 schuifjes die je zou kunnen open proberen te zetten. Maar al die schuifjes hebben een nadeel en die zijn problematisch. En er is niet één iemand die alle schuifjes kan bedienen. Niet één organisatie. En dat maakt het lastig. Maar het is de moeite waard om aan die schuifjes te gaan duwen. Ze moeten eigenlijk allemaal omhoog. Wat zijn die schuifjes? De arbeidsdeelname in uren. Ook al vinden wij dat op zijn Nederlands ongezellig. Maar een paar uur meer per week werken zou ontzettend helpen. Zeker in een aantal sectoren. Of we dat dan willen als Nederlanders. Het punt is een beetje dat wij hebben een soort deeltijdvoorkeur, maar we verwachten voltijds dat de maatschappij functioneert. Dus als we ergens naartoe willen, moet alles dat zijn, de winkels moeten open zijn, we moeten leuke dingen kunnen doen. En zelf hebben die voorkeuren die eigenlijk ook een druk leggen op juist wat de maatschappij kan bieden. Dit is een schuifje ongekend talent, had ik het over. Daar gaan we vast in de panel nog over spreken. Dat kan nog veel verder open. Is ook niet makkelijk. Hè? Zo, die arbeidsdeelname is een cultureel iets. Ongekend talent, die uitsluiting is ook een probleem. Dus de schuifjes zijn niet makkelijk te schuiven. Arbeidsmigratie is in Nederland een soort taboe onderwerp geworden. Hè? Eigenlijk willen we dat niet meer, mag niet meer, kan niet meer. Maar zonder arbeidsmigratie zal onze maatschappij niet draaien. En onze economie ook niet. Dus hoe gaan we dat dan doen op een manier die wel inclusief is, zonder mensen uit te buiten? Arbeidsvoorwaarden, zeker. Je kan van alles doen. Je kan zeggen, oké, de lonen moeten omhoog. Maar dat doen alle sectoren al. Het gaat ook over andere zaken. Het gaat ook, als we het over de jongeren hebben, over werk-privé verhoudingen bijvoorbeeld. Dus die arbeidsvoorwaarden zijn een knopje. Arbeidsproductiviteit. Met al die AI en robots zou je erin moeten slagen om dat tij te keren. Maar ook een moeilijk knopje. De studiekiezers. Dan gaan we de studiekiezers motiveren om misschien in vitale sectoren te werken. Daar kom ik zo nog op terug.
Maar willen ze dat wel? Of willen ze gewoon dingen doen die ze leuk vinden? Misschien hebben jullie het ook allemaal ooit gedacht van, ik doe dit, want dat vind ik leuk. Studenten inzetten terwijl ze studeren. De meldkamer in Utrecht van 112 doet dat nu, omdat ze ook niet anders kunnen. Ze waren een tijd niet bereikbaar en moesten doorschakelen naar andere regio's. En hebben nu een aantal studenten gevonden die iets, weet ik wat, studeren, maar die in staat zijn om dat moeilijke werk te doen. Skills matching. We kunnen veel beter gaan zorgen dat we niet kijken welke diploma's mensen hebben, of ze hele specifieke werkervaring hebben, maar kijken wat voor skills ze hebben. Hun skillsprofiel. Als we dat kennen, zijn veel meer mensen kunnen in beeld komen, omdat ze dingen kunnen waar ze niet per se een diploma voor hebben of al werkervaring, maar ze zijn in staat om bepaald werk te doen. Alles in de energietransitie is voor een deel, klein deel is technisch werk. Maar die werkgevers zeggen, we hebben mensen nodig die bij mensen thuis in de privésfeer iets kunnen aanleggen, waar alles door elkaar loopt, huilende kinderen, weet ik wat. Dat zijn skills die nodig zijn. Dat technische kunnen mensen die technisch aanleg hebben best wel bijbrengen. Doorscholen van mensen, zodat je ook nieuwe dingen kan doen. En misschien interregionale mobiliteit. Binnen Nederland is niet zoveel te halen. Otto liet nog wel wat zien aan verschillen. Maar je kan ook denken, en dan kom je bij arbeidsmigratie, ook aan andere landen. Dus deze schuifjes moeten allemaal open. Maar dat niet de oplossing zal zijn, dat is het punt. En dan komen we op een knopje wat niet een schuifje is, waar we veel over spreken. Matthijs Bouwman doet dat bijvoorbeeld ook bij Nieuwsuur heel vaak. Misschien moeten we banen gaan vernietigen. Misschien moeten we vacatures gaan uitvullen in plaats van invullen. En wat dat betekent, dat is eigenlijk dit. Dat is mijn motto al een paar jaar. Krapte is kiezen. Dus we ontkomen er niet aan om ook te gaan kijken, wat gaan we nou de komende tijd doen? Dat klinkt vreemd, want wie gaat het nou beslissen? Is dat het parlement dat zegt, oké, we hebben zoveel stemmen voor de logistiek, zoveel stemmen voor een andere sector. Maar dat krapte kiezen is, omdat arbeid schaars is, dat ligt voor de hand. En dan komt het grote punt. Wat gaan we kiezen? Hoe gaan we kiezen? Wie gaat eigenlijk kiezen? Dat weten we nog niet, want we hebben daar niet een kader voor. We hebben niet een kader om te zeggen van, nou, we leggen een soort meetlat langs de huidige economische activiteiten en de toekomstige en kunnen dan op die manier naar de arbeidsmarkt kijken. Je kan wel zo'n meetlat maken. Ik ben dat ook met studenten aan het doen. Dan zou je kunnen zeggen, vanuit brede welvaart moeten we een aantal dingen kijken. Het lijkt ook een beetje op het schema van Otto, of op de indicatoren. Natuurlijk willen we kijken naar de ecologische impact van huidige of toekomstige activiteiten. Ruimtelijke impact, fysieke omgeving, heel belangrijk. Hier in Midden-Brabant is eigenlijk geen ruimte meer voor bedrijven. Eigenlijk zit alles vol en alles moet indikken als het aan de politiek ligt. Je moet ook kijken naar toegevoegde waarde, productiviteit, innovatievermogen. Want je moet wel wat verdienen om die publieke sectoren overeind te houden. Exportwaarde, onderscheidend zijn, bijdragen aan de strategische autonomie, waar ik het net over had. Dat we ook dingen hier doen en niet afhankelijk zijn. Dat kan je natuurlijk ook Europees zien. Je moet ook kijken naar sociale impact. Hier praat ik ook met Eindhoven over. Het is fantastisch wat ASML doet, maar een heleboel mensen werken niet bij ASML en hebben geen werk of hebben werk waar ze niet van kunnen rondkomen. Dus je kan niet alleen maar activiteiten boosten zonder te kijken waar andere mensen, de groep van Otto, die misschien op alle niveaus in de min staat. Je moet ook zorgen dat je opleidingen hebt voor die activiteiten, dat je de skills ontwikkelt. Uiteraard moeten ook die activiteiten bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en transities. Dat is ook het punt. En je moet een soort right to play hebben, een soort past performance. Als je naar deze regio kijkt, zou het raar zijn als we morgen denken dat we NASA-raketten gaan bouwen om naar de maan te vliegen. Dat moeten we denk ik niet doen. Dus je kan wel zeker dit helemaal uitwerken, maar dan zitten we nog steeds met het sociaal-politieke proces. Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dat met de bedrijven bespreken, met de politiek, Tweede Kamer, provincie enzovoort? Nou, dan nog even over die banen. Je kan ook zeggen, er is een heleboel mensen zitten in een baan. Ik ga gewoon vragen wie dat vindt hier. Wie zit eigenlijk in een baan waarvan die denkt, kan best gemist worden? Ik zou beter iets anders kunnen doen. Nou, ik dacht dat heel veel mensen zouden zeggen. Ja, nou, moet je straks even in het panel ook even inbrengen. Want dat is wel interessant. Ik zag gisteren nog in het AD een ingezonden brief van een man die zegt, ja, ik ben 73, even kijken waar die is. En hij zegt eigenlijk van, ja, ik realiseer dat ik met mijn 73 jaar in veel opzichten niet van deze tijd ben. Maar die influencers, we hebben een heleboel tekorten. Als die influencers nou eens nuttig werk gingen doen in de zorg,
onderwijs, bij de politie, kraamzorg, loodgieter, schilder, schoonmaker, desnoods vakkenvuller. Dat dan van 73. Maar onze Nederlandse filosoof des vaderlands, Rutger Bregman, heeft ook weer een nieuw boek uit. Rutger, die was eerst van gratis geld. Basisinkomen voor iedereen, doe iets leuks, kijk maar wat je doet. Maar hij is omgeslagen, want er moest een nieuw boek komen. En hij is nu van morele ambitie. Dus hij zegt, ja, we moeten eigenlijk de wereld gaan verbeteren. En het is tijd voor morele ambitie. Maar nou heeft hij een heel smal lezerspubliek, denk ik. Want hij zegt, nou kan je denken, allemaal leuk en aardig, maar ik werk van 9 tot 5. Heb 2 kinderen en een hypotheek. Ik wil best mijn afval scheiden en wat minder vlees eten. Maar een fundamentele transformatie, nee. En dan zegt Rutger, in dit geval is dit boek niet voor jou. Om eerlijk te zien, ik wilde hem aanvankelijk vooral richten op 10ers en 20ers... die de grondwet van hun leven nog niet hebben geschreven. De meeste mensen die de 30 zijn gepasseerd... Zijn er mensen bij die 30 zijn gepasseerd? Die veranderen nog maar zelden van koers. Wie eenmaal een labrador, een taartschep of een elektrische grasmaaier heeft... is doorgaans een verloren zaak. Dus ja, dat is dan wel een probleem, hè, want... Alleen mijn probleem met Rutger is dat hij dus niet zegt van, ga dan in de zorg werken. Want die mensen die van 9 tot 5 werken in de zorg hebben hard nodig. En Rutger moet je heel groot gaan leven met je morele ambitie, de wereld verbeteren. Maar ik zou willen dat hij ook mensen waardeert die energiepompen kunnen aanleggen. Jongeren vragen wel, in de HR-jargon heet dat tegenwoordig steeds meer om purpose. Ik merk dat ook bij studenten hier. Ik ken studenten die waren bij de Zuidas, maar die kwamen gillend terug en die zeiden, ja, ik zit hier tot 10 uur, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Volgens mij zit ik op het geld van Poetin te passen en dan loopt er een vaag lijntje en dan wil ik niet meer. Heb je geen maatschappelijke baan voor mij, Tom? Dus, de jonge generatie is niet verloren, die moet je ook nooit afschrijven, daar moeten we heel veel het van hebben. Maar we moeten het wel hebben inderdaad over het soort werk, of het nou willen of niet. En bullshitbanen zijn subjectief, dus je kan niet voor iemand uitmaken of iemand een bullshitbaan heeft. Maar we moeten het er wel over hebben, dat is het punt. Nou, dan het punt. Altijd hadden we het over die MKB, die kleinere bedrijven. Om te zorgen dat die kleine bedrijven overeind blijven, is het belangrijk dat bedrijven onderling ook mensen gaan delen. Talent gaan delen. Samen opleidingen doen. Samen proberen te innoveren, productiviteit, AI-toepassingen. En dat doen we hier bijvoorbeeld ook wel. Maar 10 jaar geleden, of 12 trouwens, hadden we een visietraject, Tilburg 2040. Nu loopt Tilburg 2050, de tijd gaat verder. En toen dachten wij, laten we dan het concept MKB United maken. Zie al die bedrijven als één groot bedrijf. We hebben multinationals, zie het als een local bedrijf. Een local national, niet multi, maar local. En toen mochten we zelfs een motie indienen bij de gemeenteraad voor 1 keer als buitenstaander. Dus ik was een van de expeditieleiders. Maar we hebben dit nog steeds niet bereikt. En de laatste maanden wordt er steeds weer over gesproken. Dit is wat we moeten doen. Maar ik vind dat inderdaad nog steeds. Help het MKB sterker worden, productiever. En ook zorgen dat zij ook mensen kunnen delen. Heel veel studenten hier die vinden het prima om voor meerdere bedrijven tegelijkertijd te werken. Dat vinden ze leuk. Dat is afwisselend. Maar dan moet je ook dat bieden. Een soort loopbaan door de bedrijven heen. En dat is belangrijk om bedrijven hier te houden. Want binnenkort komt er een opiniestuk in het Brabants Dagblad van een groep van mijn studenten. Die hebben uitgezocht of studenten in Tilburg blijven na afstuderen. Dus de studenten die hier wonen. 83% vertrekt. En de meeste bedrijven of studenten die zeggen, ik vind het hier best wel leuk en gezellig. Maar hebben geen idee wie die bedrijven zijn waar die zitten. En als je dan vraagt aan studenten, kennen jullie geen enkel Tilburgs bedrijf? Schrobbeler, die kennen. Nou. Ik kijk even naar onze gespreksleider, want ook ik zit natuurlijk een beetje tegen de tijdgrens al in. Ja, nog een paar minuten. Nou, als we dus naar een meer inclusieve arbeidsmarkt willen, dus meer mensen includeren, meer mensen behouden voor de arbeidsmarkt, maar zeker de mensen die er buiten staan, maar mensen die gemotiveerd zijn op hun manier te gaan werken, of die iets hebben wat in Nederland problematisch is, heb je kanker gehad of long covid, of je bent met een burn-out eruit geweest. Eigenlijk ben je al heel gauw, niet alleen maar dat bedrijven dat doen, maar maatschappelijk hoor je er dan eigenlijk niet bij. Je bent een soort, nou, misschien wel een soort risicogeval. Algemeen, het klinkt heel filosofisch. Wij moeten naar een rechtvaardigheid die niet distributief is. Dat betekent als je niet kan werken, krijg je gewoon een nette uitkering. Dat doen we in Nederland. Maar je moet zeggen, een samenleving is pas rechtvaardig
Als die contributief is, dat betekent dat iedereen mee kan doen in werk. Dan is die pas rechtvaardig. Een uitkering hebben, hè, veel mensen in het panel weten daarvan, is niet zeg maar de oplossing. Daar gaan mensen zich niet beter door voelen in termen van Otto. Tweede principe, pas het werk aan mensen. Niet alleen andersom. Er wordt nog veel te veel gedacht dat het werk iets dat mensen zich moeten aanpassen. En als het niet past, dan kan het niet. Nou, stigma's en discriminatie wegpoetsen uit de arbeidsmarkt. Ook dus op basis van gezondheid. Arbeidsmarktregels aanpassen. Bijvoorbeeld, wat heel erg leidt tot die uitsluiting. We zijn het enige land waarin als iemand ziek wordt, dan moet de werkgever 2 jaar lang de loonkosten doorbetalen. Bestaat nergens. Het hoogste is Duitsland met 6 weken en België 2 weken. We hebben het ooit bedacht in paniek omdat de WHO toenam, maar we hebben een hoger verzuim dan Duitsland en meer arbeidsongeschiktheid. Dus waarom hebben wij een systeem dat nergens ter wereld bestaat, terwijl we niet goed presteren? Nou, daar heb ik al jaren spreek daarover en ook Nieuwsuur maakt er af en toe reportages over, maar we houden daaraan vast, terwijl het contraproductief werkt. Zeker vasthouden aan wat we hier sinds 2014 hebben, een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Jongeren moeten nooit werkloos zijn. Jongeren moet je altijd iets bieden. Het is een Europese afspraak, een youth guarantee. Als ze 4 maanden niet kunnen werken, geef ze een stage, een nieuwe opleiding, een traineeship. Hè? Maar ga ze niet thuis op de bank laten zitten. Ik ga direct 2 dingen nog even uitlichten, tot ik uit de uitzending mocht gehaald. Inzetten op inclusieve technologie. Daar zijn we ook als universiteit mee bezig. Want technologie wordt vaak gezien als dat mensen hun baan verliezen. En dat kan ook gebeuren. Dan moet je zorgen dat mensen in die krappe arbeidsmarkt een overstap kunnen maken. Maar je kan ook met technologie inclusie bevorderen. Nou, en dat geldt ook voor inzet op die skills. Het articuleren van skills van mensen, zodat mensen veel meer kunnen laten zien wat ze in huis hebben dan alleen met diploma's. Ook dit komt uit het visietraject 2040, is nog steeds geldig. Dat is best een goed traject, denk ik. Maar eigenlijk zou je sociaal dienst moeten opheffen. Zeker ook voor jongeren. Jongeren horen daar niet thuis. Nou, dus we hebben daar ook een landelijke coalitie voor, technologie en inclusie. Je kan aan allerlei dingen denken. Het kan fysiek zijn, werken met cobots om fysiek te ondersteunen. Maar ook mentale aspecten. Dus ook slimme lasers die helpen om een stippellijntje te maken op je werk. Er ligt een heel potentieel bij technologie. Die andere schuifjes die licht ik nu even niet toe. Ik ga niet het filmpje laten zien, want dat is een demonstratie van hoe je mensen met slimme technologie ook kan monitoren dat ze niet te veel last krijgen van stress. Maar laten we dat niet doen. Skills zijn wel de toekomst. We zijn bezig in Nederland al een hele tijd om te zorgen dat werkgevers een systeem hebben. Dat we 1 skillstaal hebben waarin werkgevers hun vraag naar mensen kunnen uitdrukken in skills. En niet alleen maar in diploma of in werkervaringseisen. Dan kunnen mensen in die skillstaal zouden dat ook kunnen doen. En onderwijs, ook wij, zouden kunnen zeggen wat je hier aan skills kan verwerven. Dan heb je 1 skillstaal op de arbeidsmarkt. Die wordt dan ook veel transparanter. Die skillstaal die gaat straks heten Competent.nl. Dan kunnen we op skills gaan matchen. Dan kunnen jullie ook gevonden worden op hele andere skills en kwaliteiten. Dus ik kan dan ook in de studio gaan werken, wat niemand weet. Of een kinderboek schrijven, dat soort dingen. Ik noem dat systeem Transparanto. Dat vind ik wel heel mooi. Esperanto hadden we ooit, maar Transparanto zou dat moeten worden. België heeft dat wel, Vlaanderen. Wij hebben dat niet. De Belgen helpen ons om Competent.nl te maken. Want Competent bestaat al in Vlaanderen. De Belgen doen een soort ontwikkelhulp, zeg maar, hier. Maar dan hebben we een soort gouden standaard dat we onze skills vrijelijk kunnen uit. Ook zeker de mensen die niet werken. Bedrijven kunnen zeggen, wij hebben behoefte aan iemand met deze skills. Dan kan je daar mensen op vinden. En wij kunnen ook als onderwijsinstellingen mensen helpen om die skills te versterken. Nou, zullen we dit nog even laten zien hoe dat eruit ziet? Dan stoppen we ermee. Dit hebben we een aantal jaren hebben we in Eindhoven gewerkt aan een applicatie voor mensen om hun skills tot uiting te brengen. Maar wel op een manier die dus onderdeel zal uitmaken van die skillstaal. Dus niet zomaar een gadget. Het gaat met neurogames. Het lijkt een beetje dat je denkt, oké, een soort spelletjes. Maar het is dus betrouwbaar. Als je dit doorloopt, dan ontstaat er een skillsprofiel. En als bedrijven ook in staat zijn om hun vraag naar mensen zo uit te drukken, dan kun je op die manier matchen. Dus ik laat even zien, het is nog niet helemaal uitontwikkeld. Passport for Work, want het gaat over een skillspaspoort, hoe dat werkt. Hoi, ik ben Mara. Vandaag wordt Passport for Work voor het eerst getest. Laten we gaan kijken.
Passport for Work is een app waarmee jij een baan kunt vinden. Het werkt zo. Je doet mee aan een quiz, je speelt games en je rankt je skill. Allemaal vanaf je telefoon. En de quizmaster, Guus, die gaan we zo meteen ontmoeten. Guus, wat gaan we doen vandaag? Nou, Mara, we gaan de eerste versie van de app uitproberen. Dus we gaan kijken of het allemaal wel goed werkt. En daarvoor hebben we een paar werkzoekenden uitgenodigd. Passport for Work bestaat uit games waarmee je je skillprint aanmaakt. Een skillprint is een overzicht van al de skills waar jij goed in bent. Zoals je ziet zijn er verschillende games waarmee je je skills kan testen. Het belangrijkste uitgangspunt bij dit alles is dat het leuk is om te doen, maar ook dat het waardevolle inzichten oplevert. Ja, het is goed gegaan. Interessant. Heel veel verschillende onderdelen. Het is anders dan de testen die ik vroeger gedaan heb. Soms wel wat lastig, maar ik vond het wel leuk. Het is heel fijn voor jezelf, denk ik, om al je eigen kwaliteiten op een rijtje te krijgen. Je wordt geconfronteerd met je eigen kunnen, je eigen vaardigheden en zo. En dat is toch wel, deze manier vind ik dan heel leuk ten opzichte van een schriftelijke versie. Dus het zegt meer over jezelf. Werkgevers zijn altijd op zoek naar goede mensen. Vandaag zijn we met Jan en Willy, allebei ondernemers uit de regio Eindhoven. Ook voor hen is het belangrijk om inzichten te krijgen. Bij sollicitatie gaat het vaak meer om skills en competenties dan hun vakdiploma. Wie zijn ze als mens en hoe gedragen ze zich? Nou, wat mooi is aan de app is dat je geholpen wordt in met name de soft skills. De soft skills zijn lastig uit een papieren sollicitatie te krijgen. En dat helpt mij weer om toch dichter bij de match te komen bij de kandidaat die ik eigenlijk zoek. Nou, dat was het. Dat zou de ontwikkeling worden. Dus als tip, wees zuinig op je skills. Werk aan skills. Wij moeten dat als universiteit ook nog veel meer doen. We doen het echt wel steeds meer. Want skills zijn de toekomst. En skills zijn belangrijk voor inclusie, voor jezelf. Maar ook om mensen te includeren in het werk dat voor ons ligt. Dank jullie wel. Tom, dank je wel. Ik wil jou vragen om op een van de stoelen aan de buitenkant plaats te nemen. Ja, want ik heb dit microfoontje. Ja, zeker. En Otto ook op een van de stoelen aan de buitenkant. En dan nodig ik graag de panelleden uit om op de andere drie stoelen plaats te nemen. Oké. Ik ga jullie eventjes de microfoon geven, zodat jullie even kunnen zeggen wie je bent, vanuit welke organisatie je hier zit. Dat doen we eerst even alle drie. En daarna krijgen jullie als eerste even de kans om te reageren op de twee sprekers. Van hoe speelt dit thema? Welke vraag heb je voor ze? Ja, dus eerst even het voorstelrondje. Mijn naam is Lucienne Dapp. Ik ben directeur van het Activeringshuis. Wij zitten met het Activeringshuis in de gemeente Tilburg en Breda. En wellicht binnenkort ook in Delft. Wat wij doen is jongeren helpen om hun om onzichtbare talenten zichtbaar te maken. Dat doen we op verschillende manieren. En we zitten daar verschillende methodieken voor in. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat we de mens centraal stellen. Mijn naam is Jeroen Bergen, ben ondernemer, product van deze regio. Ik ben een van die mensen die wel is gebleven. 25 jaar geleden begonnen met Prematch, een organisatie die bedrijven helpt met het inrichten van recruitment en employer branding trajecten. Dat doen we in Nederland en België met zo'n 40 mensen met 17 locaties. Ik ben onder andere voorzitter geweest van VNO-NCW Midden-Brabant. Ik ken dus veel van de MKB-ondernemingen waar het hier vandaag ook over is gegaan. En ben er zelf ook een. Dus ja. Stefan? Ik ben Stefan van AVEC, eigenaar van AVEC. Wij zitten in het centrum van Tilburg. Wij maken heel veel verschillende artikelen. We zijn een creatief bedrijf, we ontwerpen producten. Die leveren we aan grote winkelbedrijven. Heel makkelijk uitleggen. Ik zeg vaak, als je de Action binnenloopt, de eerste 6 meter links, daar is de helft van mij. Ook bij HEMA, wat er allemaal in de lage bakken ligt. Of als je kaarsen koopt bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. We leveren over de hele wereld. Verkoop meer dan 100 miljoen producten per jaar. En ik was eigenlijk bang dat ik hier onder vuur kwam te liggen op het gebied van duurzaamheid. Maar ik denk dat ik goed ga wegkomen vandaag. Want op het gebied van de arbeidsmarkt zijn wij wel, denk ik, heel goed en sterk. Duurzaamheid is voor ons echt een uitdaging. Misschien komen we daar nog wel op.
Dus ja, misschien wordt het wel een makkelijk middagje dan toch voor mij. Prima, dankjewel. Jij hebt de microfoon vast. Jij mag beginnen. Welke vraag heb je nog voor Otto of voor Ton? Of welk dilemma? Laat eens horen. Als we dan meteen... laat ik eerst zeggen bij die eerste presentatie dat ik die 11 dimensies erg goed vond aansluiten ook bij de visie die wij hebben op het gebied van personeelsbeleid. Het welzijn ook op de werkplek wordt steeds belangrijker. Kijk, ik concurreer met partijen over de hele wereld. Ik moet vechten tegen Chinezen, tegen Amerikanen. Ik bedoel, ik lever bijvoorbeeld bij Walmart in Amerika potloden. Nou, succes, hè? Prettige wedstrijd. Er zijn 1000 Chinezen die dat willen. Er zijn 1000 Europeanen die dat willen. Dus dan moet je gewoon van goede huizen komen. En in mijn ogen win je de wedstrijd alleen als je het beste team hebt. Want heel veel dingen zijn voor iedereen hetzelfde. Transportkosten, grondstofkosten. Met AI is design steeds meer voor iedereen beschikbaar. Dus het beste team wint in mijn ogen. En je hebt het beste team als je de beste werkgever bent. Waar mensen lang blijven en gelukkig zijn. En naar de max van hun kunnen presteren. En dat doe je in mijn ogen juist niet door ze onder druk te zetten. Maar juist door ze in hun kracht te zetten. En dat sluit goed aan bij die 11 dimensies. Okay. Dus laat ik dan met iets aardigs en positiefs beginnen. bij de tweede presentatie heb ik heel vaak gedacht van... ja, maar wat heeft dat eigenlijk met mij te maken? Hoezo is dat dan mijn probleem of zo? Dus in mijn... ik heb net gezegd waar ik mee bezig ben. Wereldwijd concurreren en groeien. Het enige wat ik met arbeidskrapte te maken heb... is dan misschien dat ik niet goed aan mensen kan komen. Mm-hmm. Maar dat kan ik wel. Ik kan wel goed aan mensen komen. En ik zie het niet als mijn opgave om dat probleem op te lossen. Ik heb er overigens wel een idee over. Hè, want wat ik miste nog als oplossing is... ik denk dat heel veel bedrijven en organisaties verkeerd werken. Hè, dus als je kijkt hoeveel mensen nog werken met KPI's en managers die dat controleren. Daarmee heb je heel veel... Als wij dat zouden doen, dan zou ik niet internationaal kunnen concurreren. Nee. Dus zeg maar, als je niet het bedrijf goed inricht... en ik denk, als je dat eens onder de loep zou nemen en gaan bestuderen... hoeveel dat je dan weg kunt strepen in organisaties... en hoeveel geluk je kunt, het geluk van de medewerkers kunt laten toenemen. Ik denk dat daar misschien nog eens een studie aan gewijd zou kunnen worden. Ik zie Otto een beetje knikken. Dat sluit aan bij dat stukje van het leiderschap dat onderscheidend is. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee, maar ook die... Tot op zekere hoogte is je toekomstbestendigheid van je bedrijf... dit is hoorbaar, of niet? Heeft wel mee te maken of je een goed bedrijfsresultaat haalt. Hè? Want als je dat een paar jaar niet doet, dan... Maar dat is echt maar een heel klein onderdeeltje. Hè? Dus als jij zegt van... wij willen met het beste team mensen tevreden, gelukkig... in persoonlijke ontwikkeling, sociaal... Dan heb je bredere waarden gecreëerd. En dan hou je volgens mij langer een succesvol team. Dus ik beaam dat in die zin. Okay, prima. Ik heb wel even een vraag. Ja, ga je gang. Voor Ton. Jij gaf net aan van, dat er veel mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik begeleid namelijk heel erg veel jongeren die heel veel talenten hebben. En ik zou het eigenlijk willen omdraaien en zeggen dat de arbeidsmarkt... een afstand heeft tot de mensen. En waarom zeg ik dat? Als je dan inderdaad kijkt naar de arbeidsmarkt... dat gaat over de interactie van vraag en aanbod natuurlijk van arbeidsperspectief. En heel vaak weten jongeren wel wat ze willen, wat ik zie. Maar is het echt heel erg moeilijk als je niet de juiste papieren hebt... om dan uiteindelijk toch die baan te kunnen krijgen. Dus ik zie tussen vraag en aanbod, en wij krijgen dus de vraag... De bedrijven en organisatie hebben het aanbod. Maar er zit een enorm grote kloof, omdat het vaak niet matchend is met de vraag. Ik weet niet of jij daar ook zo naar kijkt? Of... Nou ja, kijk, dat was ook sluit aan bij een van mijn principes. Hè. Je moet mensen niet alleen maar vragen zich aan te passen aan het werk, maar ook andersom. En dat heeft ook, denk ik, te maken met de visie op mensen. Termen als human resources, human capital zijn geen termen meer van deze tijd. Je moet mensen zien als menswaardig. En je moet de duurzaamheid ook zien in termen dat je zuinig moet zijn op mensen. Zeker
in de krapte, maar in het algemeen. Hè, de ouderwetse kijk is dat mensen eigenlijk een soort arbeidskracht zijn. Maar toen de Internationale Arbeidsorganisatie werd opgericht in 1919 was het motto al: labor is not a commodity. Mensen zijn geen handelswaar. En dat inzicht hoort ook bij brede welvaart, omdat werk voor mensen heel belangrijk is. Dus dat betekent ook dat je daarvoor open moet staan. En misschien zegt jouw buurman, dat kan niet, wij zitten in een vechtmarkt. Dus wij moeten gewoon de juiste mensen hebben op het juiste moment. Maar ik denk ook als je naar de toekomst kijkt, dat vanuit brede welvaart kijken we breder naar mensen. Dus ik denk dat ook voor jou geldt, voor een deel is onbekend maakt onbemind. Mensen weten heel weinig van elkaar. Mensen hebben allerlei stereotyperingen. Een jongen die van jou komt, die heeft misschien al een hele tijd niet gewerkt of nooit gewerkt. Maar als je zo blijft denken, dan is dat slecht voor de arbeidsmarkt. Maar het is ook slecht vanuit brede welvaart. En ik denk dat het punt is. Je kan jongeren ook gewoon een kans geven. We hebben tegenwoordig ook open hiring. Dat is in Eindhoven met Start Foundation is dat begonnen als een New Yorks concept. Wat eigenlijk zegt, we gaan gewoon kijken of mensen iets kunnen. We vragen niet eens of je iets kan. No questions asked. Ook niet naar diploma's. Laat het maar zien. Als het kan, is het ook goed. En ik denk dat je veel meer zo'n open houding moet houden. En zeker ten aanzien van jongeren die gewoon niet een valse start moeten maken, nu al op de arbeidsmarkt. Want dat levert littekens op voor een hele tijd werk door en inkomen in zelfstandig wonen, in relaties en al dat soort zaken. Oké, en dan nog één vraag. En dat sluit ook aan. Er werd net gezegd van, nou, heel veel jongeren, en dan heb ik het echt over net afgestudeerde jongeren, die willen graag parttime gaan werken. De vraag van mij is dan, waarom zouden ze dan meer moeten gaan werken? We zouden ook kunnen gaan kijken dat we het gaan opsplitsen. Dus als je een vacature hebt voor 40 uur, dat je zegt, nou, we gaan kijken of we die kunnen opsplitsen in 2 keer 20 uur. Is daar ook al over nagedacht, ja, bijvoorbeeld? Ja, maar ik denk zeker dat het zou kunnen. Maar ik denk dat je ook fundamenteel moet kijken, dat gaan we ook doen. Ik denk dat de organisatie van werk in de ogen van jongeren enorm ouderwets is. Hè? Dus absoluut. Dat we eigenlijk, er is thuiswerk is erbij gekomen. Precies. Maar voor de rest wordt het eigenlijk gewoon gedaan zoals het altijd was. En er is, ik had bijvoorbeeld ook een student die was ook gestopt met een baan. Ik zei, waarom ben je gestopt? Dat je werkt daarna nog maar net. En hij zei, ze zetten mij in zo'n kantoortuin, in een soort kippenhok. Dat trek je toch gewoon niet? Het is al die mensen die daar zitten. Dus ik denk dat wij de manier van werken zouden kunnen innoveren. Ja. Dat die ook beter aansluit bij jongeren. En als je daarop inzet, dat is een soort innovatie van werk. Het werk opnieuw uitvinden. Denk ik dat je veel meer jongeren zou trekken. Die nu vaak denken van, het boeit me niet. Het risico is, als je natuurlijk jongeren laat gaan, een deel die weet heus wel waar je heel veel kan verdienen. In de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Of met explosieve pakketjes bij de coffeeshop hier bezorgen. Dus je moet jongeren in dat opzicht gewoon serieus nemen. Oké, dankjewel. Ja, daar even op doorgaan. Open hiring en skills paspoort. In Nederland hebben we ook heel veel banen die gewoon strak gereglementeerd zijn. Pak even het onderwijs, kinderopvang, waar ik als ondernemer zelf mee te maken heb. Dus als je daar niet aan voldoet, dan ben je misschien wel bekwaam voor het werk, maar je bent niet bevoegd. Wat dan? Dat is wel iets waar ik mee zit. Dus even nog naar Ton. Nou, kijk, natuurlijk, hè, je kan niet open haring doen bij neurochirurgie bij het ETZ. Dat is een beetje riskant. Maar je moet je wel kritisch gaan afvragen wat je precies eist en waarom. Hè. Soms is dit ook gewoon gewoonte of pure red tape. Dus als je niet wilt kijken zeg maar, wat echt nodig is. Hè, kijk naar de jongen die bij 112 in Utrecht werkt. Ja. Die is helemaal niet daarvoor opgeleid, maar die kan dat wel. Hij zei trouwens dat hij veel gamede en dat ook wel hielp. Hè. Maar, dus ik denk, je moet kritisch kijken in die komende tijd ook naar dit soort zaken. Hè. Kritisch naar regels waarvan je denkt, ja, zijn die echt gewoon nodig? Natuurlijk wil je geen gevaar veroorzaken. Maar ik denk ook in jouw wereld dat er heel veel mensen zijn die, weet ik wat, uit de topsport zijn gerold en niet per se een opleiding hebben of wat dan ook. Die dat soort dingen zouden kunnen of zouden kunnen. En daar gaat het over. Kijk wat mensen kunnen. En ga niet bij voorbaat mensen uitsluiten als je denkt dat er gewoon mogelijkheid is dat mensen dat werk goed kunnen doen. Nee, dankjewel. Er lopen ook heel veel initiatieven om te kijken hoe kun je wel mensen al laten werken. En duaal trajecten, hybride, werken, leren. Want daar moeten we denk ik wel naartoe. En wat jij ook al zei, Ton, de student aan het werk zetten. Zodat er in ieder geval al wel werk in die week zit. Ja? En dat we iets in kunnen vullen. Jeroen, jij nog even. Welke vragen of dilemma's? Nou, laat ik beginnen dat ik blij ben dat als gamen een
garantie is voor succes in de toekomst, dat mijn zoon een glorieuze toekomst tegemoet gaat. Die kan ook naar Utrecht. Die kan zo naar Utrecht. Dus dat is in ieder geval geruststellend. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven. En eentje appelleert ook wel een beetje aan wat net werd gezegd met controle. Waar ik heel vaak tegenaan loop, wat heel veel belemmeringen geeft voor oplossingen, is dat we eigenlijk in een controlemaatschappij leven. Heel veel dingen die je moet als ondernemer of als werknemer of als initiatief, die kunnen niet, omdat je gewoon in de weg gelopen wordt door regelgeving die ooit bedacht is en waar we niet meer van af willen. Niemand vraagt zich af waarom we ooit deeltijd zijn gaan werken. Dat was een oplossing om jeugdwerkeloosheid in de jaren 80 op te lossen. Maar jeugdwerkeloosheid loopt nu weer iets op, maar het is niet echt zo'n groot probleem dat we met z'n allen minder moeten gaan werken. Maar in alle cao's zit het nog. En vervolgens zijn we verbaasd dat de kinderen die opgevoed zijn door mensen die deeltijd gaan werken, dat dat de nieuwe norm is. Dus we zouden ook wel eens een keer kunnen afstappen van de dingen die we 40 jaar geleden of 50 jaar geleden hebben bedacht, maar die we als een soort, ja, dat gaat misschien ook al wel over welvaart, maar die we als een soort recht zien. Terwijl het was een oplossing voor een probleem, maar dat probleem bestaat helemaal niet meer. Hè, nou, jij werkt dan actief in de kinderdagopvang. Het is heel bijzonder dat een kind wat met 30 andere kinderen in de klas zit, met één docent, dat daar geen probleem is. Maar zodra ze naar de buitenschoolse opvang gaan, dan moet het geloof ik 1 op 5 zijn. Ja, of zoiets. Heel specifiek, 1 op 12. Of 1 op 12. Voor jongere leeftijden is het aantal leiders, pedagogisch medewerkers, neemt toe. Dus ja, nee, klopt. Maar dit soort dingen, dat helpt natuurlijk niet als je zegt van we willen dat er meer buitenschoolse opvang is en er is een krapte op de arbeidsmarkt. Nou, dus ik verbaas me in die zin, hè, over de presentaties, dat deel controle. We hebben een sterk uitbreidende overheid, hè, die dijt maar uit. Maar ondertussen wordt wat die overheid zou moeten doen, controle wordt neergelegd bij bedrijven. En nou, bankwezen, hoeveel mensen werken er in de praktijk om compliancy te garanderen? Bij ons. Ja, en bij jullie collega's van de ABN AMRO en die. Nou ja, de ECB en de Nederlandse banken bepalen voor ons heel strikt wat we moeten doen. En Know Your Customer is zo'n traject wat vol met regels zit. En daar werken bij Rabobank ongeveer 8000 mensen op. Ja. En die verdienen niks, hè, zeg maar. Die zijn alleen maar aan het controleren elke transactie. Ja, en dat wordt neergelegd bij de ondernemer. Die is daar dan vervolgens mee bezig. En welk probleem wordt er dan precies opgelost? Of als die crimineel zijn geld wit gaat wassen via een Rabobankrekening. Weet je, echt kansloos. Maar die 8000 mensen zijn dus niet op die arbeidsmarkt beschikbaar. En dat zorgt dus, die bullshitbanen zitten ook heel eind in die controlemaatschappij die we gecreëerd hebben. We mochten geen bullshitbanen meer noemen. Maar heb je nog een vraag voorbij dus? Nee, maar je hebt wel bullshit. Nou, waarom komt dat niet terug? Dat controle deel van die arbeidsmarkt. Nou ja, kijk, voor een deel zijn het ingeslepen regels. Je ziet dat ook heel sterk in de zorg. Hè? Veel mensen haken af. En wat ik zit te doen, is de hele tijd formulieren invullen. Want ik was met een oude mevrouw, die zakte 1 keer door de knie. Verstuikte zich, ging staan. En ik moet dan naar mijn bureau, ik moet het valformulier 1b gaan invullen. Maar die mevrouw zit al aan een advocaatje met slagroom in de kantine. Die heeft helemaal niks en ik moet dat doen. Dus voor een deel is het inderdaad dat je ziet dat een samenleving steeds minder op vertrouwen is gaan functioneren. Dat zie je op allerlei fronten. En dat we management systemen en filosofieën hebben die ook in die zorg en in dat soort sectoren doorwerken. Dus ik denk dat de regels, de belangrijke dingen die Otto noemt, we moeten natuurlijk kijken naar die duurzaamheid. We moeten niet biodiversiteit verder gaan uitroeien. Maar je kan ook heel kritisch kijken naar regels. Ik noemde het al, die 2 jaar doorbetalen bij ziekte. Dat wordt gewoon na 2 weken publiek opgevangen in andere landen. Dus kritisch kijken naar regels, absoluut. En ik weet heel goed dat ook ondernemers ook zeggen, hou niet alleen op met dat soort regels. Maar ga niet per departement allemaal een set regels sturen, allemaal naast elkaar. En dat is denk ik wat de overheid onderkent. Maar de overheid is in deze niet vertrouwen cultuur niet in staat om dat terug te draaien. Dit is wel wat er doorheen loopt. Hè? Er is een enquête, MKB Nederland, VNO-NCW houdt een enquête, over of ondernemers vertrouwen hebben in de overheid. 75% van alle ondernemers zegt dat ze geen vertrouwen hebben in de overheid. Ja. En dat komt door al dit soort dingetjes, zeg maar. En de vraagstukken waar we voor staan, die kan niet een ondernemer alleen, maar ook niet een overheid alleen. Daar heb je elkaar voor nodig. Ja. Ja. En ze staan eigenlijk met de rug tegen elkaar. Nou, daar heb ik met Ton op een ander moment een keer over gesproken. Hoe,
wat vertrouwen doet in de arbeidsmarkt. Wat vertrouwen doet in sowieso ondernemen en in alle relaties met de overheid. Dat is een thema apart voor een middag, denk ik. Er zijn wat vragen door jullie vooraf ingestuurd. Ik ga er een paar eventjes gebruiken. En daarna kunnen we ook vragen gewoon die nu ter plekke gesteld willen worden. Kunnen we ruimte geven. Otto, voor jou. Wat kan de lokale overheid / regio doen om ondernemerschap met betrekking tot brede welvaart nog beter te stimuleren? Nou ja, partner zijn voor het bedrijfsleven. We hebben hier toen groot onderzoek gedaan met bedrijven in de regio. En die zeggen, wij willen wel. In die statistiekjes zag je ook, hier kunnen ze het wel. Maar de overheid is nooit de gesprekspartner om iets samen op te pakken. He, dus die overheid wordt ervaren als degene die zegt dat ik iets moet doen. Ja. Terwijl we hier ook kunnen zeggen, we hebben best een aantal problemen die we met elkaar kunnen oplossen. Dus werk daar toch een beetje aan de band met het bedrijfsleven. De overheid zou daar ook wel veel meer een ondernemende overheid kunnen zijn. Hebben we ook wel geadviseerd. Er is een heel mooi boek geschreven van Marianne Mazzucato, The Entrepreneurial State. Waarin de overheid proactief meedenkt met wat voor brede welvaart goed zou kunnen zijn. Die houding, dat betekent ook iets voor de gemiddelde ambtenaar op het stadhuis. Ja. Die moet een andere houding naar de maatschappij hebben. Ook andere skills hebben misschien. Laat daar ook eens maar wat experimenteren. Ja. Ja. Wissel een keer van plek. Hè? Laat een ondernemer eens een keer een beleidsdossier maken. En een ambtenaar bij jou in het bedrijf. Probeer maar eens. Ja. Maar het gaat mij in principale over dat de afstand tussen overheid en bedrijfsleven te groot is geworden. En dat uit zich in die statistieken. En in mijn statistiekje zag je ook dat maatschappelijk ongenoegen de factor is die de afgelopen jaren het hardste achteruit loopt. Hè? Dus mensen zijn gewoon, die haken daardoor af. Ja, ja. Ja, de oplossing ligt in samen. En volgens mij stond dat, was dat ook een van de tekstregels in het nummer krap te snappen, Ton. Ja. Ik heb ook nog eentje voor jou, Ton. Wat zijn de belangrijkste drijvers om als werkgever jezelf te positioneren en koers te bepalen? De belangrijkste drijvers voor een werkgever om zich te positioneren? Ja, want hoe zorg ik dat ze bij mij solliciteren? Oh, zo ja. Ja. Nou ja, kijk, er zijn het inderdaad, jij noemde het ook al, er zijn natuurlijk ook bedrijven die individueel zeggen, nou, wij hebben niet zoveel last om de juiste mensen te vinden. Je ziet ook wel dat mensen heel vaak weer vrij snel vertrekken. Mensen blijven niet meer 35 jaar zoals bij Philips werken. Dus, en vooral jongeren die denken op enig moment, oké, nu ga ik iets anders doen of kan ik nu een andere functie krijgen en zo niet. Dus ik denk dat als je in het algemeen en zeker naar jongeren, je moet zeker, en dat sluit aan bij die skills, te kennen geven dat je bereid bent om in mensen te investeren. Dat je zegt van als je hier weggaat, dat was de leus van Apple in de jaren 90, dan ben je beter dan ooit, voordat je hier was. Dus dat is belangrijk. Mensen willen begrijpen dat de arbeidsmarkt dat die veel meer flexibel is en dat je niet hetzelfde blijft doen. Plus, dat zeg ik tegen studenten ook, jullie moeten tot je 80ste werken ongeveer, 79. Dan schrikken ze wel, er zitten een paar in de zaal die vallen een beetje achterover. Maar dat betekent dat je natuurlijk moet zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen, dat ze nieuwe dingen kunnen doen. Dat is belangrijk, maar je ziet ook, we zijn afgelopen tijd, we hebben het heel vaak over werk en privé. Maar je ziet dat steeds meer vermengt, ook door het thuiswerken. Eigenlijk ben je nooit meer out of office als je ook thuis werkt, want dan is thuis gewoon je office. Dus veel mensen vinden dat ook belangrijk. Ik heb een keer met studenten een experiment gedaan, hebben we het werk helemaal gereset. Hebben mensen uit de hele stad uitgenodigd, mensen met pensioen, jonge mensen, en gezegd, oké, denk alles weg rond werk, alle regels enzovoort. En we gaan het opnieuw, helemaal opnieuw opzetten. Ja. Wat is dan belangrijk? En eigenlijk zeiden mensen, ik wil gewoon met die werkgever individuele afspraken maken over hoe ik het beste kan werken. Dat is alles. Ik hoef ook geen cao. Ik wil gewoon afspraken maken die bij mij passen. Ik hou me daaraan, heb daar vertrouwen in. Dat is eigenlijk wat mensen willen. En als je dat uitstraalt en niet zegt, jij bent de zoveelste human resource die inwisselbaar is en vervangbaar, dan denk ik dat je een veel betere propositie hebt. Oké. Ja, we kunnen natuurlijk ook Stefan even aankijken. Van, wat doen jullie waardoor je zo aantrekkelijk bent? Wat Ton zegt, hè? Misschien maak je ook wel heel veel individuele afspraken. Wat kun je nog toevoegen aan het aantrekkelijk worden als werkgever? Ja, die dingen die genoemd zijn. Hè, mensen in hun kracht zetten. Jij zei dat mensen niet lang blijven, maar bij ons blijven ze echt heel lang. We hebben nauwelijks mensen die weggaan.
het oog hebben voor de personen die bij je werken. Ze behandelen zoals jij zelf behandeld zou worden. Dat lijkt heel makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk. Okay. Want je hebt zeg maar, in het MKB is het heel vaak zo dat de persoonlijkheid van de directeur dus de cultuur bij het bedrijf bepaalt. Ja. En bij grote bedrijven is het vaak zo dat de aandeelhouder en de druk en de manier waarop ze dat dan regelen, bepaalt hoe de cultuur in het bedrijf is. Dus zeg maar, al deze theorieën die best wel universeel zijn, iedereen weet wel, je zou het eigenlijk zo moeten doen. In het kleinbedrijf stuit dat op het karakter van bepaalde mensen en in het grootbedrijf op het karakter van hoe een grootbedrijf georganiseerd is. Wij hebben er allemaal geen last van. Wij zijn wel echt zo georganiseerd dat mensen bij ons in hun kracht staan. De aantrekkingskracht van een bedrijf, die wordt ook bepaald door de branche, door de producten, door de uitstraling. We hebben natuurlijk geluk dat we een creatief bedrijf zijn in een mooi pand waar heel veel geld verdiend wordt. Dat draagt allemaal bij aan een bepaalde uitstraling. Ja, dat is geluk hebben, want je hebt ook heel veel bedrijven. Als jij een schoonmaakbedrijf hebt bijvoorbeeld, nou probeer dan maar eens aantrekkelijk te zijn als werkgever. Dan tellen deze theorieën gewoon niet. Ja. Het is ook makkelijk praten voor mij. Okay. Wij zitten gewoon wat dat betreft gewoon in een goede hoek. Ja. Dankjewel. Wel wat duidelijk. We hebben toen een grote enquête gedaan en gevraagd, als jij nou personeel aan wilt trekken en jij gaat werven, wat voor kandidaat zoek je dan? 40% van alle bedrijven zoekt gewoon blind de meerderheidskandidaat die al heeft. Dat is heel vaak een witte man. Ja. Die kijkt niet breder. En 40% vind ik nog best wel veel. Die zijn überhaupt niet op zoek naar om breder te kijken. Dus, en de bedrijven die dus wat inclusiever ondernemen, die hebben ook al die andere statistieken allemaal positiever. Hè? Ja. Er zijn mensen blijer en dan hou je ze beter vast. Oké. Okay. Er is ook hier op de campus zijn er een paar vragen gesteld aan studenten. En we gaan eens even luisteren hoe die dan tegen dit thema aankijken. Misschien moet je een klein stukje naar voren dat je niet helemaal in beeld zit. Even op de zijkant. Prima, dankjewel. Bedrijven staan voor de opgave om mee te bewegen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. Dit betekent inzicht krijgen in de duurzaamheid en de ketens waarin de bedrijven zich afspelen. Maar het gaat ook om diversiteit en inclusie. Hoe zien studenten hun toekomst in het werkveld voor zich? En hoeveel waarde hechten ze aan deze thema's? Wij gingen de campus op om dit te ontdekken. Ik heb nog geen idee. Ik hoop dat je richt in de marketing, maar voor de rest nog niet een specifiek beroep voor ogen of zo. Ja, geen idee. Nou ja, wel iets in de managementrichting, denk ik. Een beetje ondernemingschap richting. Ik hoop uiteindelijk een museum te kunnen werken als curator. Het is wel fijn om een beetje meer vrijheid te hebben. Dus dat je wel een beetje je eigen tijd kan inplannen of bijvoorbeeld ook deels thuis kan werken of zo, zoiets. Maar qua werk heb ik daar nog niet echt een idee van. Nee, maar werkflexibiliteit, dat is dan wel een thema voor jou of iets dat belangrijk is? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Ja. Nou ja, qua werkgevers, ik denk wel dat het belangrijk is dat ze heel goed voor je zijn natuurlijk. Gewoon de cultuur binnen het bedrijf en dat ze ook om je geven, zoals jij om hun moet geven, zeg maar. En dat je een beetje een soort relatie opbouwt met hun, zeg maar. Ja, eerlijk gezegd, als je humor hebt, dat is best wel raar. Anders wordt het voor mij een beetje moeilijk best. Ja, want jij bent wel een grappige persoon dan. Maar ja, dat geloof ik, zaak zelf. Maar ze moeten wel online kunnen lachen, dat is dan het belangrijke. Ja, gewoon een goede. In ieder geval een goede balans. Dus. Gezellig zijn, het liefst ook al wel Nederlands. Dat je toch wel kan praten met je collega's. Belangrijk is ook dat het op fietsafstand is, dus dat je lekker naartoe kan fietsen. Ja, zulke dingen zijn wel belangrijk. Wat is fietsafstand voor jou? 10 minuten, 20 minuten? Of? Binnen een uur tot 2 uur kan ook nog wel. 2 uur fietsen? Ja, in totaal 2 uur zoiets. Dus dit zijn de thema's die studenten belangrijk vinden. Werkcultuur en werkvrijheid, maar ook flexibiliteit en gezelligheid. Dus ben jij een werkgever die op zoek is naar nieuwe werknemers? Zorg dan dat je humor hebt en dat je 2 uur op fietsafstand bent van elke student. Succes! Willen jullie weer even plaatsnemen? Hè? Ik vind de humor in het museum is wel leuk. Ja. Ja, toch een aantal dingen die al genoemd zijn. Hè? Dus een fijne werksfeer, een goede relatie, de mogelijkheid om zelf je week te bepalen.
Maar ook wel een gat tussen wat zij vinden en wat wij hier vanmiddag bespreken. Ja? Dus wie wil daar misschien even op reageren op dit filmpje? Ja, ik wil wel even reageren. Wat die jongen zegt over dat fietsen, daar zit ook nog best wel een winst. Wij hebben als selectiecriterium dat iemand binnen een half uur reistijd van Avec moet wonen. Je moet eens kijken hoeveel de arbeidsproductiviteit, of in ieder geval de tijd dat je met jouw werk of met het reizen bezig bent, mm-hmm. hoe dat je die zou kunnen opkrikken als iedereen maximaal een half uur van zijn werk afwoont. Dat is ook sociaal beleid, want iemand elke dag een uur heen en een uur terug in de auto zetten. Ja. En wat doet het met milieu? Wat doet het met iemand zijn vrije tijd? Een ander ding, ik heb ook en, nog... Heb je ook een fietsplan? Ja, stimuleer je het wandelen of het fietsen? Ja, zeker. En het openbaar vervoer, dat vergoeden wij. Dus dat stimuleren wij, ja, zeker. Prima. Ik heb ook een andere mening over het deeltijdwerken. Want ik hier vandaag zijn mensen daar niet positief over. Ik ben er zelf wel positief over. Ik denk dat het een ontwikkeling door de generaties heen is. Dat je wilt het steeds beter krijgen dan jouw ouders. En mijn generatie, wij kregen het materieel beter. Hè? Ik ben veel rijker dan vroeger. Een mooie auto en een mooi huis. En ik denk dat deze generatie die dingen voor lief neemt. Of die heeft iedereen sowieso toch al. En dat de meerwaarde in hun leven zit. In vrije tijd, in beleving. En ja, ik vind dat toch ook een hele hoge waarde hebben. En daar staat misschien haaks op de krapte op de arbeidsmarkt. Maar het is toch wel degelijk een verworven. Van de jongere generaties. En wij maken er wel bij AVEC veel ruimte voor. Als iemand dat wil, dan kan dat. Ja. En maar, ik ben daar niet zo op tegen. Ja. Maar volgens mij gaat het op een gegeven moment wringen. Kijk even Ton aan. Of Otto, jij wil erop reageren. Want dat betekent ook dat we misschien geen huisarts meer hebben op een afstand die acceptabel is. Of dat, en praat ik uit eigen ervaring, dat het heel veel moeite kost om gewoon een afspraak te kunnen maken. Dus als we met z'n allen minder gaan werken, dan moeten we ook misschien accepteren dat we minder voorzieningen hebben. Otto, je wilde reageren. Nou ja, even als onderzoeker, N is 3. Hè? Dus je hebt op basis van 3 waarnemingen. Maar wat zij zeggen is eigenlijk hoe belangrijk de woningmarkt is, hè? Ja. Dus wij hebben het hier over arbeidsmarkt en economie. Maar die functioneren beide niet als de woningmarkt niet ook flexibel genoeg is dat deze mensen ook binnen 30 minuten een huis kunnen vinden. Ja. En dat is de reden deels ook dat 87% misschien wel zegt van ik ga hier niet werken, want ik kan hier niks vinden aan woning. Er waren overigens ook wat vragen vooraf gesteld over wonen. Dus daarmee heb ik het denk ik. En een andere, ze zeggen eigenlijk 2 dingen. Ik wil heel flexibel zelf zijn. Ja. Maar ik wil ook die gezelligheid. En die gezelligheid is heel vaak face-to-face interactie. Hè? Bij elkaar, creatief, lachen, spontaan, informeel. En daar zit wel een paradox in tussen thuis en geïsoleerd en via Teams schermpjes met elkaar praten en die echte connectie maken. Ja. En volgens mij zitten we nu wel in een fase dat we in onbalans zitten. Ik vind gemiddeld genomen dat bij mij in op het werk de mensen te weinig op kantoor zijn om die informele contacten ook en te snappen wat er met iemand gaat en ook als je een keer niet lekker in zijn vel zit. En dus daar moeten we als samenleving ook nog een nieuwe modus in vinden. Oké, prima. Nog andere aanvullingen? Misschien heel even, Jan. Ja? Kijk, mijn pleidooi is niet dat iedereen fulltime moet werken. Dat is zeker niet. Hè. Maar als je naar de toekomst kijkt, dan zou bijvoorbeeld in de vergrijzing in 2050 zou 1 op de 3 mensen in de zorg moeten werken om de zorg te bieden die we nu bieden. Nu werkt 1 op de 6 mensen in de zorg. Dus dat zijn wel belangrijke overwegingen. En het zou, dat is ook uitgerekend, maar als mensen 2 uur meer zouden werken die een kleinere deeltijdbaan hebben, zou ontzettend veel schelen. Aan de andere kant, de zorg biedt vaak banen van 28 tot 32 uur. Ja. Omdat zij liever 2 mensen hebben dan 1 voor als er eentje ziek wordt. Dus ook bedrijven werken dat ook voor een deel in de hand, of organisaties. Maar het zou dus niet per se zijn, iedereen moet fulltime werken, want wat goed is aan Nederland is dat er heel veel mensen werken en dat wij relatief lang doorwerken, relatief vergeleken met andere landen. Maar 2 uur zou veel verschil kunnen maken. En je komt toch voor de afweging, wat Jan ook zegt, van als je een voltijdsverwachting hebt van de maatschappij, en je hebt zelf een enorme voorkeur om minder te gaan werken, dan heeft dat uiteindelijk macro-consequenties. En die zullen mensen, denk ik, niet willen accepteren. Maar je kan beter dat debat nu hebben, denk ik, dan dat je later tegen een soort muur loopt met z'n allen. Ja. Jeroen, ik zie jou heel fronsend kijken. Oké, geen vraag of aanvulling? Ik heb denk ik een aanvulling op de 2 vragen die je net stelde. Is er nou een soort, is er nou een gouden ei voor het werven van mensen?
ik denk dat je daarin echt ook de discussie moet voeren dat verschillende generaties echt verschillende behoeftes hebben aan arbeid. Dus als je kijkt naar starters op de arbeidsmarkt, jongeren, die hebben echt een andere verwachting van werkgeverschap dan meer senior professionals. Daar speelt ook een andere discussie als het gaat om thuiswerken, om ontwikkeling. Dus wij noemen dat wat zeg maar de jobs to be done zijn op met de reden is waarom ze werken. Echt verschillend. Ja. Daar moeten bedrijven heel erg aan wennen. Dus die generatiediscussie die speelt op die arbeidsmarkt komt eigenlijk omdat die nieuwe generatie die werkgevers challenged op het domein wat altijd vanzelfsprekend was. We werken 40 uur, we zijn werken van 9 tot 5. Nou, daar moeten werkgevers heel erg aan wennen. Dus ik zou die wat breder willen trekken. Er is niet één vorm van werving voor de arbeidsmarkt. Echt doelgroep en generatiematrixen moet je daarvoor maken om daar een antwoord op te kunnen geven. En ik sla even aan op die jongen die zei van ja, ik wil een cultuur. Ja. Elk bedrijf heeft een cultuur. De vraag is de cultuur die bij jou past? En is dat bedrijf zich bewust van zijn cultuur en weet hij dat op een manier over te brengen waardoor die doelgroep zegt, hey, dit is een cultuur die bij mij past. Ja. En ja, daar zit heel veel winst voor bedrijven. Want ik denk dat die arbeidsmarkt was nog nooit zo groot als nu. Alleen voor heel veel bedrijven geldt, ze hebben een slecht verhaal waarom mensen bij hun zouden willen werken. Ja. Ja. En daar ligt veel winst voor bedrijven. Duidelijk. Ik denk dat het van belang is om aantrekkelijk te zijn. Aan de andere kant, zoals Ton ook vertelde, er staan nog heel veel potentiële collega's buitenspel. Dus volgens mij ligt daar ook een opdracht om te kijken hoe kunnen we die binnenhalen. Hè? Wat voor aanpassingen zijn nodig. We gaan naar bijna het laatste kwartier. Dus we gaan naar de vragen van jullie. Even kijken of een microfoon nodig is. Ja, kan deze zo geven. Nee, we pakken wel even de microfoon. Graag de vraag en aan wie je die zou willen voorleggen. I'm going to speak in English. Okay, I want to add some remarkables about the first presentation. Yeah, go ahead. So you selected the Brabant. So it is part of the country. In this case, you have a great and excellent project. You have to conduct the research around the country. In this case, you are going to have a complete work. Okay. So, what is your response? Yeah, there is some lack of capacity to do the research for the whole of Western Europe. But if you give me the opportunities, I would like that. I would like to compare Midden-Brabant with Bayern, for example, and with other countries in Europe. Because now we level up with our quality of life, the well-being indicator, up to other Dutch regions. So maybe all the Dutch regions have a higher level than the regions in Romania, for example, of course. But more empirics there would work. And I know the OECD is working on their Better Life program on these kind of indicators for whole of Europe and also for regions. So you want to expand your work to cover the whole Europe. Is it correct or not? Yeah, if possible, yeah. It's possible. That would give us more insights. But that was the wrong answer, isn't it? I trapped you. You should not say that you were... Just one minute, please. My second question is, you presented the average of the results or the achievement, which is from the bank. And I don't think it is appropriate to put such specific information. I think it is more appropriate to go to the taxes office. So to cover the whole nation, your bank, you have a special amount of clients. I did not present any client data or specific. No, the presentation you presented, the source of the... The source is a national survey done by Motivaction, which is a survey bureau, and for the firms with... Just the last, so the last data. One, please. So, but I said that in Dutch, sorry. It is a survey on among Dutch citizens, not clients of the bank.
Oké, andere vraag. Ja, ik wil nog een ander aspect inbrengen, gericht aan jullie allemaal een beetje. Het thema zou moeten zijn samenwerken en ondernemen. Ik wil drie voorbeelden geven. Semler, een Braziliaans ondernemer, die zorgt ervoor dat zijn werknemers eigenlijk geen werknemers zijn, maar samen ondernemer, de onderneming runnen, zou ik maar zeggen, en verantwoordelijkheid geven aan die ook aan het resultaat van die onderneming. In Eindhoven heb je Brainport. Dat is een samenwerking tussen de ondernemers, de gemeente en de onderwijsinstellingen. En dat werkt heel goed daar. En als derde voorbeeld. De bedrijventerreinen zouden heel veel samen dingen kunnen aanpakken. Zoals de energietransitie. Maar ook misschien het personeelsbeleid en personeelstekort. Misschien is het aantrekkelijk om personeel eens te laten switchen. Zodat ze meer carrière mogelijkheden hebben. Ook meer mogelijkheden hebben om hun talenten te laten werken, zou ik maar zeggen. Heeft u ook nog een vraag? Nee, geen vraag. Dat is de opmerking. Wat zij ervan vinden van die drie voorbeelden. Ja, okay. Nou, wat vinden jullie van dit idee? Ja, ik wil even kort iets over zeggen over alle drie snel. Dus één, natuurlijk kan je mensen ook gewoon een andere status geven dan medewerker. Er zijn ook organisaties die hebben ZZP'ers in dienst, wat niet officieel natuurlijk in loondienst is. Mensen die kunnen ook op projectmatige basis werken. Ik weet, er komt binnenkort een NPO-documentaire, heel interessant, over hoe jongeren naar werk kijken. En een van de jongeren die mij interviewde, zei van, ik zou het liefst gewoon klussen en projecten doen, niet de hele week ergens precies hetzelfde. Maar dat kan je organiseren, hè? Daar is geen belemmering. Dat geldt ook voor de, kijk, als je het hebt over Brainport, dat is, we noemen dat samenwerking in het Engels Triple Helix. En in het Nederlands is dat, zijn dat drie O's, hè? Dus dat is dan het onderwijs, en ondernemers en de overheid. Brainport is een heel erg high-profile case geworden door het economisch succes. Maar we hebben dat eigenlijk overal in Nederland in de meeste arbeidsmarktregio's. Hier hebben we Midpoint je hebt dat ook in Noordoost-Brabant rond Agrifood. Dus dat is een beproefde manier. Daar is denk ik, dat kan ook altijd beter. Het inzicht is wel, wie daar buiten vielen waren de burgers. Dat weet Brainport ook. Brainport heeft nu ook Brainport voor elkaar, ook vanwege de impact van alle bedrijven. Dus je moet wel kijken op waar je het over hebt. En ik denk dat laatste voorbeeld, nou ja, jij weet er ook alles van. Dat is een voorbeeld voor mij van dat MKB United. En we hebben daar in Tilburg ook zeker ook naar gekeken. Want je deelt natuurlijk ook ruimte op zo'n bedrijventerrein. Je kunt ook naar mensen kijken die in de buurt van het terrein wonen, zeg maar. Als het gaat over mensen die misschien nog een stapje kunnen maken naar werk. Maar dat zijn denk ik hele goede voorbeelden van dingen die je zeker moet doen, die ook in belang zijn van bedrijven. In België heb je daar regelingen voor, in Frankrijk. Daar kun je, als een paar bedrijven, kan je aanmelden bij de overheid en dan krijg je de status werkgeversgroepering. En dan kun je gewoon mensen samen aannemen zonder dat je contracten hoeft aan te knippen, los te knippen van elkaar. Dan kan je gewoon, mensen aannemen die eigenlijk door je bedrijven rouleren. Of dat in België groot succes is, ik heb er wel vaak in verdiept. Maar het is wel een innovatieve maatregel waardoor je zorgt dat juist in die krapte en ook die noodzaak van opleiden, dat je ook krachten bundelt. En dat is inderdaad precies dat MKB United idee. Oké, dankjewel. Ik vind het wel mooi, want als ASML iemand gaat aannemen, dan krijgen ze een paar honderd vacatures. Hè? Of krijgen ze kandidaten. Ja. Dan hebben ze afgesproken dat in het ecosysteem van de Brainport, onder andere bedrijven die applicants worden gedeeld, zeg maar. Hè? Dus dan krijgt een gemiddeld MKB'er krijgt ook ineens heel veel interessante kandidaten. Maar hier heb je niet zo'n grote ASML in Midden-Brabant. Hier zou je dat MKB United kunnen gebruiken en een beetje zoiets afspreken of je zoiets kan realiseren. Ja, dan heb je het natuurlijk ook weer over vertrouwen. Hè? Vertrouwen dat de ander misschien niet met jouw talent aan de haal gaat, maar dat je samenwerkt aan het bouwen van al die talenten en dat die rondgaan. Ja, dat is zo. Dat is ook zo, maar vroeger zeiden sommige werkgevers, wij leiden niet op voor de concurrent. Ja, en dat is echt de dood in de pot, als je zo denkt. Ja, zeker. Nog een vraag, of meerdere. Ja? Ja, vraag voor Jeroen. Hoe kom je erachter als werknemer of die cultuur van het bedrijf bij je past? Meeloopdag vragen. Of een keer meelunchen. Je moet daar denk ik als potentiële werknemer assertiever in zijn. Je maakt zo'n keuze. En dat is ook weer generatieverschillend. Maar
vaak toch voor een langere periode. Hè. We zoeken een baan niet voor het leven, maar ook zeker niet voor even. Ja, als je daar 8 of 6 uur per dag zit, ja, ik zou toch wat dieper onderzoek doen dan 2 gesprekken van een uur. Ja, dat echt assertiever zijn. Oké. Dit is een van de dingen die bij ons een speerpunt is, ook in het personeelsbeleid. Wij hebben een hele eigen testdag ontwikkeld, dus niet IQ-test en dat soort dingetjes. Maar als iemand bijvoorbeeld op inkoop komt, dan krijgt hij allerlei casussen alsof dat hij op inkoop. En dan moet je ook naar China bellen en dan moet een mailtje opstellen. Dan zit hij daadwerkelijk op de plek waar hij komt werken. En dan gaat hij mee lunchen met de mensen tussen wie hij komt te werken. Dus net werd er een voorbeeld genoemd van iemand die kwam in een keer in een kantoortuin terecht en dat beviel hem niet. Dat was dus kennelijk een verrassing. Dus bij ons onmogelijk. Je ziet je werkplek, je ziet wat het werk is. Je ziet wat de collega's zijn, hoe de cultuur is. En ik verbaas me erover dat niet iedereen dit doet. Want voor ons werkt het ook supergoed. Want je kunt heel goed selecteren. Zien op wat voor niveau iemand zit. Wat worden de coachingsuitdagingen. Wij hebben nu van 15 jaar lang vergelijkingsmateriaal. Van welk niveau hij dan zit. Dus voor ons werkt het supergoed. En voor de kandidaten eigenlijk ook. Dus ik vind het eigenlijk... Voordat ze aangenomen zijn. Ja, dus dat is zo'n onderdeel van de sollicitatieprocedure. Ja. En ik vind het eigenlijk raar dat niet iedereen dit doet. En ja, net als Jeroen, ik zou dat bijna... dit is iets wat iedereen... Je zou het bijna verplicht moeten stellen. Om mismatches te voorkomen. Dankjewel. Lucienda? Ja? Een vraagje, want wij werken wel eens samen. Klopt. Met startende ondernemers. Zitten daar tussen die startende ondernemers bij jou ook wel mensen die, zeg maar, mee willen werken aan brede welvaart? Die daar een invloed op uit willen oefenen? Of denken van, hier heb ik iets te bieden? Jazeker. Alleen het grote probleem is, wat ik zelf ervaar en heel veel mensen die bij ons komen ook ervaren, is dat als ze niet in beeld zijn, krijgen ze ook geen kansen. Dus nu gaat het voornamelijk, denk ik, over mensen die echt in beeld zijn, hè, die dus een bepaalde achtergrond hebben, waardoor ze dus kunnen solliciteren. Maar de doelgroep die ik heb, die hebben heel lang thuis gezeten, doordat ze uit zijn gevallen door bijvoorbeeld mentale klachten. En ik neem mensen echt mee aan de hand naar bedrijven zoals AVEC of andere bedrijven. En dan is natuurlijk de vraag of het bedrijf zelf ook open staat om op een andere manier naar die mensen te kijken. Wij hebben bijvoorbeeld in de afgelopen 6 jaar 700 deelnemers gehad, waarvan 80% duurzaam is uitgestroomd naar werk of naar ondernemerschap. En dat is puur omdat we kijken naar de vraag van de mens, het eerlijke verhaal durven te vertellen en echt zeggen van kom op, we gaan echt ook bedrijven activeren om anders naar mensen te kijken. Heel veel studenten vallen ook uit, omdat de druk veel te groot is. En het is gewoon funest als jij 2 jaar of 3 jaar thuis zit om weer mee te kunnen draaien binnen die maatschappij. Dus ik denk dat we samen moeten gaan kijken van welke manieren hebben we nog om echt mensen duurzaam te helpen door te kijken naar de talenten en te kijken wat we wel kunnen in plaats van wat er niet kan. Is daarmee jouw vraag? Ja, duidelijk antwoord. Ja, nog een paar vragen. Even een korte vraag naar Ton. We krijgen een probleem door de vergrijzing. Wat zouden we kunnen doen om die bevolking die steeds grijzer wordt, die wat langer inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt? Wat zijn je ideeën daarbij? Nou, in de eerste plaats is natuurlijk de vergrijzing is eigenlijk geen probleem. Het is een soort overwinning van hygiëne, gezondheidszorg. Het is eigenlijk een succes. Alleen dat succes handelen, dat wordt de komende tijd moeilijk. In 2050 zullen we gemiddeld 55 jaar zijn. Op de werkvloer zullen 4 en soms 5 generaties zijn bij jullie. Dus je werkt gewoon met je opa of je overgrootvader straks. Het punt is vooral dat als mensen langer leven, hebben ze ook gewoon langer zorg nodig. En ik denk dat op dat punt, je kan zeggen, we gaan aan de aanbodkant draaien. Dus we laten mensen langer doorwerken. Maar dat doen we in Nederland al. En vorige week had CNV een enquête dat de helft van de mensen haalt die pensioenleeftijd niet. In veel beroepen. Zeker niet de mensen die vanaf hun 20ste of eerder zijn begonnen. Dus de oplossing ligt niet per se in de in feite te zeggen, de arbeidsloopbaan is een marathon. En wat we stiekem doen is iedere keer de finish wegschuiven, weer een stukje verder. Dat mensen denken, ik was er toch? Nee, nou wordt het weer veranderd. Dus het systeem is gebaseerd op de levensverwachting, maar wel een beetje op een simpele manier vergeleken met bijvoorbeeld Zweden en Denemarken. Dus op een mathematische manier wordt dit steeds verlengd. Daardoor schuift wel de uitredingsleeftijd op. Dus dat nieuws van mensen halen pensioen niet,
Het andere nieuws is dat mensen nu uittreden op de leeftijd die vroeger de pensioenleeftijd was gemiddeld, 65. Dus dat schuift al wel door. Maar als je dat zou willen bevorderen, je kan twee dingen doen. Je moet zorgen dat je mensen, ook als je die metafoor van een marathon houdt, mensen vitaal houdt. Het betekent ook, en daar heeft Nederland natuurlijk heel lang bijna niks te bieden gehad, je moet ook goede verlofregelingen hebben. Dat is dat wij dachten altijd, mensen werken in deeltijd, dus dan kunnen ze in die andere tijd andere dingen doen. Maar wij hadden, dat kan je bijna niet meer voorstellen, 2 dagen aangifteverlof voor jonge vaders. Dat was ongekend in Europa. Dus dat soort voorzieningen zijn nodig, net als bij duursport, om te zorgen dat mensen langer mee kunnen. Maar je ziet ook nu, er zit een enorme aanwas van mensen die gestopt zijn met pensioen en die terugkeren. Vaak ook als ZZP'er trouwens. Het gaat echt over 100.000 mensen in de afgelopen jaren. Dus die ontwikkelingen, die zou je moeten koesteren. Maar ik denk dat als je wilt zorgen dat mensen langer door kunnen, dan heeft het alles te maken met wat we ook bespraken. Het heeft alles te maken met vitaliteit en gezondheid en dat het werk loont. Dus daar denk ik dat je de beste investering kan doen. Ik denk in het algemeen, het geldt ook voor die mensen die in Midden-Brabant, die 55.000 van Otto, investeringen in gezondheid zijn eigenlijk gewoon de allerbelangrijkste. Want als dat is de basis voor om iets te kunnen, maar ook te blijven kunnen. Dus als je zou zeggen, we moeten die lat nog sneller hoger leggen bij die leeftijd. Dus onze studenten tot 85 laten doorwerken. Ik denk niet dat dat in het publieke debat wordt, dat denk ik niet heel warm ontvangen. Dus het is veel beter om preventief te werken, dat mensen langer mee kunnen. En ook sabbaticals hebben af en toe. Want dat vind ik ook in de zorg. Dat klinkt heel tegengesteld. Maar in de zorg moet je zorgen dat mensen ook af en toe iets anders kunnen gaan doen. En dan zeg je, dan heb je krapte. Want je laat mensen op een soort sabbatical gaan of een stuk opleiding. Maar als je dat niet doet, dan blijf je in deze situatie zitten. Dus je moet mensen dat ook gunnen, in positieve zin. En hoe kijk je dan aan tegen innovatie of AI? Gaat dat dan ook nog ruimte creëren? Nou ja, kijk, dat zal ruimte creëren. Alleen het punt is dat we nog steeds met de implementatie en de investeringen zijn we nog niet zo enthousiast over als wat AI zou kunnen. Okay. Maar nog even over jongeren. Een van de jongeren die documentaire maakt van NPO, die zei, ik werk ergens en ik ben veel sneller dan al die oudere mensen die er zitten. Dus mijn werk is eigenlijk na 2 dagen gewoon klaar. Maar als ik dat zeg, dan ben ik mijn baan kwijt. Maar ik zit eigenlijk 3 dagen niks te doen. Want iedereen denkt dat heel moeilijk is. Er is niks aan. Het is zo gefixt. Want okay, ik heb die AI en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat je dat ook gewoon moet realiseren. Dat het gaat over investeringen en ook in ook de type implementatie. Het mooie van als je kijkt naar die vergrijzing is dat deze jongen kan heel goed, zeg maar, mensen die wat ouder zijn of zo, of die terugkeren, helpen om dingen inderdaad sneller te fixen. Ja, dus dat generatiepact, hoe we dat noemen, zou absoluut ook zou je moeten versterken. Otto? Ik had 2 dingen die ik wilde reageren op jou en op jou. Is dat als je mensen meer brede welvaart wil geven, dan kan je met die data van ons kan je zien van wanneer maken ze nou het grootste sprongetje in hun brede welvaart. Het zijn 2 dingen. 1, als je ze aan het werk krijgt, als ze buiten werk naar werk gaan, dat zei jij. En gezondheid. Dat zijn 2 echte acceleratoren. En de rest is allemaal ook mooi, hè? Maar dit zijn de grote sprongen. Oké, duidelijk. Lucinda? Dan moeten ze ook de kans krijgen om aan het werk te gaan. Ja. Laatste vraag. Ik zag daar nog een hand. Ja. Dankjewel. Otto, misschien aan jou even een vraag. Hoe ga je om met gigantisme? Ik kom uit Eindhoven. Op dit moment ASML is gigantisch aan het groeien. Wij hebben gigantisch veel private equity rondlopen die nu bedrijven opkopen. Ja. Hoe gaat jouw radar niet dichtslippen door het zand wat daarin komt, zonder eigenlijk de ziel en de cultuur uit een bedrijf te slopen? Ja, eens. En dat was een heel mooi voorbeeld. Dat Photonica is het bedrijf, de start-up, wat een nieuwe chiptechnologie ontwikkelt. Het is eigenlijk de nieuwe groeibriljant, een beetje de ASML van de toekomst misschien. En 2 jaar geleden waren ze bijna weggekocht door Chinezen. En dan zouden ze ook letterlijk uit het ecosysteem van Eindhoven zijn. Dus dan zitten we een plantje water te geven, te koesteren. En dan groeit het eindelijk goed. En dan zijn we achterloos met het beschermen van waarom we dingen doen eigenlijk. Hè? Dus ik denk dat je veel meer nadrukkelijk moet zeggen van dat ecosysteem willen we duurzaam onderhouden. En daar horen die spelers bij. En daar moet je af en toe misschien nee zeggen tegen vijandige overnames of dat soort dingen. Oké, het is 6:00, dus tijd om af te ronden. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie vragen hier en vooraf.
Dank aan de sprekers en het panel van vanmiddag. Hoe gaat de reeks verder? Even kijken of het nog te zien is daar. Dinsdag 23 april, de volgende sessie tussen winst en welvaart is dan het thema. Er is nog tijd om even na te spreken met elkaar. Bij de uitgang kunt u een consumptiebon krijgen. En u bent uitgenodigd om nog even in het Grand Café wat te drinken. Daar zullen de sprekers ook nog aanwezig zijn. Dank voor uw aandacht en graag tot een volgende keer en nog een fijne avond. APPLAUS